Ja, ik heb garageboxen gekocht op een veiling. En wat we nu doen, we maken nu een selectie van groep spullen die waarde hebben, spullen die we moeten laten taxeren en spullen die we weggeven aan de kringloopwinkel. Maar dit is Louis Vuitton, gek. Echt? Ja! Wow, wow, gek! Zo. Deze is oud. Oh! Wow. Oh, die was echt nog goed. Oh mijn god. Ja, die zijn ze echt helemaal doorweekt, hoor. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb vandaag iets heel erg vets voor jullie. En dat is dat ik verder ga met de boxen die ik heb gekocht op de veiling. Ik heb namelijk 3 boxen gekocht voor 660 euro. We hebben gisteren de boxen opgehaald in Drachten. Het was een stukje rijden voor ons, maar het is gelukt. We hadden 2 bussen vol, waarvan 1 bus hier nog staat. Vol met allemaal spullen die we vandaag gaan openmaken. En dat wordt echt super interessant. We hebben gisteren al iets heel erg vets gevonden. Namelijk een hele bijzondere plaat van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Waarin hij heel veel exemplaren heeft verkocht. Nou, dat is natuurlijk wel een uniek item. Maar daarnaast hebben we ook een scooter of een soort van motor gevonden. Die is bouwjaar 1958. Dus dat is een lange tijd geleden. En die schijnt ook gewoon nog wel een flinke waarde te hebben. Van minimaal 1000 euro. Misschien tikt hij wel de 2000 euro aan. Want ik heb wel wat exemplaren daarvan gevonden op het internet. En die gaan allemaal voor meer dan 1000 euro op de markt. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal nog gaan tegenkomen. Maar voordat ik de bus ga openmaken. Ja, Marvin die zegt het kom. Wat is er aan de hand? Inwoners. Hebben we nieuwe inwoners? Allemaal vlinders. Echt veel. Is dit een vlinderbos of zo? Vlinderstruik. Vlinderstruik. Ja, kijk hoeveel. Echt wel 7 of zo zie ik. Ja, dit is wel heel erg mooi. Wow, ik zie er inderdaad hier 1, daar 1, daar, daar. Wat? Oh, dit is wel echt super mooi. Oh, deze zijn echt heel erg gaaf. Ja. Kijk dan. Ik weet niet of ze blijven zitten hoor, maar holy moly. We hebben gewoon een vlindertuin in huis. Wow, daar gingen ze. Ja, super gaaf. Zoals jullie trouwens zien, het schiet nog niet heel erg op hier bij mijn nieuwe woning. Maar daar ga ik later wat meer over vertellen. Maar eerst gaan we nu eventjes naar de bakwagen toe. Die dus helemaal vol zit met allemaal spullen van de veiling. Kijk eens even. En de boxen die daarachter zitten, oh, die zijn zo interessant. En we gaan sowieso wat hele vette dingen vinden vandaag. Maar voordat ik hier verder in ga graven en dit ga uitpakken, wil ik eventjes teruggaan naar eerder het moment van de dag dat ik iets hoorde in de woonkamer. Ik was gewoon rustig aan het werk en toen gebeurde dit. Dat was dus het nummer Dromen zijn bedrog van Marco Borsato die Bas aan het zingen was. Omdat we dus die plaat hebben gevonden. Tenminste, ik denk dat hij daarom zo in zijn hoofd zat om die af te gaan spelen en te gaan zingen. En als jullie je afvragen, hoe komt in één keer die nieuwe vuilnisbak daar in de tuin? Nou, dat gebeurde zo. Heb je er 2 besteld? Nee, 1. Maar ik denk dat hij eentje er neerzet en dan die bovenste eraf tilt. Ja. Ja, dan tilt hij de bovenste bak. Ja. Ja, wel knap hoor, hoe die ook manoeuvreert met de vrachtwagen. Heel knap. Dan sta je nooit bij stil, maar zo gaat dat dus. Ja. Nice. Oké, top. Nou, ik heb even getekend. En, het is geregeld. Top. Weer vanop. Kunnen we meteen alle afval weggooien? Ja, ideaal. Ik vind het wel een beetje raar dat zij daar achter jou aan het douchen zijn. Ja, dat is een beetje gek, hè? Zo in één keer al die hekken mee. Nou, het zou top zijn. Die moeten er nog uit. Ja, dat is waar. En dan nu zijn we toch echt aangekomen bij het moment dat we dit allemaal eruit gaan halen. Voor
de mensen die in deze video spullen tegenkomen waarvan wij geen verstand hebben, maar jullie wel, help ons alsjeblieft mee. Soms weten we niet wat voor spullen het zijn en soms weten we ook niet wat de waarde heeft van de spullen die we vinden. Dus nogmaals, help ons erbij. Bijvoorbeeld deze accordeon. Ik ben totaal geen muzikant, maar dat kon je ook horen net. En dit is een oude accordeon. Even kijken wat hier op staat. Ciao, ciao, Feres of zo. Ik heb geen flauw idee. Maar is dit wat waard? Of is dit echt gewoon oude meuk wat je gewoon beter weg kan gooien? Hij doet het wel, dus weggooien zou ik zeggen zonde. Maar wie weet. Dus als iemand hier verstand van heeft, dan laat het vooral weten. Los van dat, dit is dus de motor waar ik het over had. Echt een gruwelijk ding. Tenminste, ik zei wel scooter, maar volgens mij is het de motor. En de rest van de items, wat gaan we daarmee doen? We kunnen daar 4 dingen mee doen. We kunnen het verzamelen, maar dat heb ik liever niet, want ik heb al genoeg spullen. We kunnen het verkopen, we kunnen het weggeven. En wat was die 4? Dus dat is een beetje wat we gaan doen met de spullen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En als we net zoiets vinden als gisteren, zoals een gouden ring, gaan we natuurlijk later nog in een andere vlog naar de juwelier en gaan we taxeren. Kijken hoeveel het waard is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Let's go. Gaan we. Oh, we hebben hier een doos, dames en heren. Wat zit hier allemaal in? Het is een soort van oude kroonluchterachtig iets. Dit is een olielamp volgens mij. Zie je dat? Ja. Oh. Die is kapot, kijk uit. Goed. Oké, ik weet wat ze vroeger deden. Dat zijn echt hele... Oude lampjes. Ja, oude lampjes, schroefjes. Ja, is wel een plaatje hè dit. Ik vind dat serieus mooi. Ik snap volledig als mensen dit in hun huis willen hebben. Ja, snap ik ook wel. Hij is wel een beetje beschadigd zie ik nu, die lijst, maar... Als je echt wil hebben, dan kan je er wel wat aan doen. Kan je schuren en dan... Hij is wel zwaar deze. En we maken ook een selectie daar in het hokje. Daar gaan we later wel filmen. Waar we een beetje de waardevolle spullen doen. Of even de dingen die we misschien nog kunnen verkopen. Of zelf houden, want deze... Of zelf houden, ja. Marvin wil heel graag die houden. Binnenkort, het liefst eigenlijk vandaag, maar binnenkort. Schuren en dan denk ik wit verven. Dat lijkt me zo nice. Ja, dat is een keuze van Marvin. Nee, maar dat is toch mooi als hij wit wordt? Ja, dat denk ik ook wel. En dan hebben we gewoon een mooie opbergdoos. Nee, je wil niet weten hoe oud die is, joh. Dat is niet normaal. Daarom. Ik vind dat echt leuk. Misschien nieuwe scharnieren erop nog. Ja, wie weet. Die tafel en dingetjes, die kunnen we allemaal gewoon of verkopen of naar de kringloop brengen. Want ja, dat is zonde om weg te gooien. Dit kan iemand nog wel gebruiken. En wat doen we met de omkleedhok? Ja, daar zit er daar hebben ze in geknipt, hè. Maar ja, in principe kan je er gewoon een nieuw stofje voor doen. Ja, je kan dit nog steeds uitknippen en op je broek plakken ofzo. Ja. Nu is het dus een beetje gewoon een kwestie van alle kastjes en dit soort makkelijke dingetjes gewoon even eruit te halen. Maar straks, dan komt er geen einde aan al die dozen. Het wordt echt... Ik heb zo'n gevoel dat we echt nog iets heel bijzonders gaan vinden. Pokémon-taarten. Ja, dat hoop ik, maar ik denk het niet. Het is voornamelijk wel van oude mensen, zoals jullie zien. Deze vind ik serieus ook mooi. Ja, deze is nice, omdat die bovenkant is marmer. Dit is echt gewoon... Als je dit vroeger had, hoor, dan had je knaken. Maar wederom, dat hout maakt het wat ouderwets. Ook al is hout ook wel hip. Kan ook hip zijn. Klopt, maar dit is een beetje het oude hout. Ja, maar als je dit wit verft, dan heb je echt een supermooi kastje. Ja, en wie gaat dat doen? Ik. Nee, maar hij is ook een beetje kapot hier, zie ik nu. Ja, dit zijn mooie stickies hoor. Die draai je dan zo op. Dan heb je gewoon een mooie keu. Ik vind dat echt super leuk. Ja, kijk, we gaan toch een schöne bontafel ook hier bij het nieuwe huis, hoor. Ja, wie weet. Dit is wel hier, Amsterdam staat erop. Adam, Amsterdam. Ja. Dit is wel echt super vet dit. Ja, dit is wel gaaf hoor. Ik ben benieuwd of dit soort dingen een beetje veel waarde hebben. Ja. Of dat het gewoon hobbymatig gewoon matig is. Gewoon... Hobbymatig. Hobbymatig. Ja, hobbymatig gewoon matig. Ja, maar er zitten wel wat sticks in. Ze zien er wel, voor ons als amateur, ziet het er wel echt professioneel uit met zo'n tasje erbij. Ja, zeker weten. Ik moet zeggen, het is een mooi tasje. En wat zit er in die kleine vakjes? Zit daar iets in of niet? Misschien wel zo'n dingetje. Ja, zo, ja. Hoe heet dat inderdaad? Ja, ja. Nog echt ook. Oh. Kijk, dat zijn van die dingetjes om je uiteinde wat stroever te maken, zodat je de bal beter kan. Ik weet niet hoe dat heet, maar zelfs zo. Oh, en dit is toch ook om iets te slijpen of zo? Dat weet ik niet, maar er zitten echt veel van die dingen in. Ja, dit is nice hoor, dit is echt gewoon... Chalk. Heet dat zo? Ja, is gewoon... Mooi hoor. Hij viel. Hier, doekjes, alles. Nou, dit was een professional hoor. Hier, schuur. Hier zijn punten meegemaakt, jongen. Ja joh, dat denk ik ook. Alleen geen ballen. Nee.
Die neem je ook niet zelf mee. Nee, dat is waar. Goed, Bas heeft dat nog nooit gedaan. Oké. Bas die gaat het binnenkort voor de eerste keer doen en neemt zijn ballen mee. Gewoon een battle, kom maar op. Nou, dit is mooi toch? Hier hebben we nog eentje van. Ja, dat is een setje. Ja, gewoon twee wapen, hè? Kijk, dit was sowieso een mooie doos. Die hadden we al een beetje bekeken in de vlog van gisteren. Want kijk, hier zitten dus wat spelletjes in. Allemaal rijspelletjes. Kijk, dit is dus gewoon allemaal Lego van vroeger. Echt heel erg oud. Echt heel erg oud. Oh, dit is trouwens zo'n auto. Die hoort bij die Carrera doos daarboven. Die leg ik even apart. Hier komen we straks op terug. Dit is de rest gewoon allemaal Lego. Kijk, pokerset. Dit is echt wel nice hoor. Holy moly. Kijk dan. Dat is wel echt leuk. Ja, dit is super nice. Zo'n aantekeningen erbij. Gewoon de score van iedereen ofzo. Oh, rood is 1, blauw 2, wit 3, groen 4, zwart 5, punten 10. Oh kijk, dealer, big blind, small blind. Maar deze set weet ik dat mijn broer had precies deze set. Deze is niet... Ja, het is geen 100 euro, maar volgens mij voor zo'n setje betaal je wel 20, 30 euro. Ja? Ja, speelmat erbij. Gewoon een complete pokerset. Ja. Dat is wel nice hoor, die moeten zeker bewaren. Okay. Of bewaren of verkopen. Kijk, dit is sowieso echt een van de leukste sporten die er is. Tafeltennis. Ja, we hebben hier... Kalkverwijderaar. Nou, die kunnen we ook wel bewaren, toch? Ik weet het. Die bedjes, zijn gewoon goede bedjes. Oh, Jatzee. Woord Jatzee? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Het bekende Jatzee dobbelspel, nu met letters. Wat grappig. Dat is wel oud. Wow, allemaal scores er nog bij. Ja. Ja, maar dat doe je eigenlijk ook een beetje. Als je dit spel speelt, dan doe je eigenlijk die scores er altijd weer terug in. Ja. Maar dit is wel echt vet hoor. Ik denk dat we dit wel een keertje zelf gaan spelen. Dit is wel echt leuk. Damstenen. Oh, geniaal. Oh. Gewoon damstenen. Voor een dambord. Die hadden we toch nog ergens? Ja, het dambord ligt er ook ergens. Ja. Hier hebben we Scrabble. Dat is ook leuk. Nieuwe uitvoering. Ik denk nu niet echt meer een nieuwe uitvoering. Maar... Oeh. Dat is wel vet hoor. Dit is die hele kleine schaakset om mee te nemen. Geniaal. Kijk dan. Wow. Super vet hoor. Jij moet mij dat nog leren. Ja, Marjan kan niet schaken, dus die wil dat ik dat haar ga leren. Best wel leuk hoor, schaken. Oké, nou gewoon wat leuke spellen. Dit is ook een oud spel, dus dit kunnen we allemaal wel bewaren. Ja, dit is echt zo'n typische oude kast dus met allemaal van die cd's erin. Dus ja, dat is denk ik weer een beetje kringloopdingetje. Ja, dit zijn die waterdichte tassen. Dat is ook top. Hier hebben we het dambord. Kijk. Perfect. Oh, een dam en een schaakbord. Mooi, zie je, kan je de ene kant dam en de andere kant schaken. Super. Ja, dat is top. Wow, dit is oud, hè? Dit is echt oud. Wow, kijk dan ook wat voor aansluiting. Oh mijn god. Lijp. Maar die is echt veel gebruikt. Deze knoppen die doen het helemaal niet meer goed. Verlengsnoer. Kijk dan, gewoon een heel nieuw slot. Slot. Oh mijn god. Zie je, helemaal nieuw. Sleutels erbij, alles. Super. Ik heb echt het idee dat je dit nu gewoon zo simpel door midden knipt. Ja. De sloten van nu veel beter zijn, maar het is wel een gloednieuw slot. Ja. Wat is dit dan? Het is gewoon papier. Wat? Papier hier. Wat hebben we hier? Een paar hele oude tassen. Volgens mij zit er niks meer in. Zou maar in één keer een tas vol geld vinden. Zo. Dat zou echt sick zijn. Wow, die tas is vet. Ja, dat is echt een hele oude tassen. Ja, deze is geniaal. Ja, sommige van dit soort oude dingen komt echt weer een beetje terug. Hier, kijk dan. Zoals een fanny pack. Geniaal. Dat is toch sick? Oh, dit komt uit Frankrijk. Bienvenue à la vallée des singes. Dat is gewoon een dierentuin. Informatie voor uw bezoek. De dierentuin in Frankrijk of zo. Nieuw lampje. Ideaal. Voor de rest allemaal stofzuigerzakken. Dat is het. Allemaal stofzuigerzakken. Volgens mij is dat voor deze, ja. Dit zijn serieus precies de stofzuigerzakken. Hier, kijk, je ziet hier de afbeelding van die stofzuigerzakken. Dat is precies dit ding. Steeds dichter bij de dozen, mensen. Dus blijf kijken, want het wordt echt super episch. We hebben hier in ieder geval een doosje. Oh, hoor dit geluid? Hoor dan. Alsof het uit mijn mond komt. Ja, een tandenborstelhouder. Maar ja, het zit in een naaiding. Dus misschien doe je wel iets van naaidingen in. Ja, dat kan ook. Geniaal. Oké, nice spulletjes. Oeh, wat is dit? Roeivork.
Hoi Vork, boze boer. Ah, zo'n beer had ik toen ik geboren werd. Teddy. Ja, alleen dan was hij helemaal bruin. Zo schattig. Oeh, hey, spelletje. Schaken. Huh? Wat? Wat is dit? Het is wel schaken, maar... Dat zijn flesopeners en dit is een dop. Dit doe je in een wijnfles, om hem, zeg maar, als je de kurk eraf hebt, dan doe je deze erin. Oh, zo'n dop, zeg maar. Ja. Om hem gewoon goed te houden. Ja. Wat is dit dan? Dan kan je temperatuur meten of zo. Van de wijn misschien. Als de wijn niet te koud is. Hier, breinaalden. Ja, dan doe je deze serieus erin en dan kan je zien hoe warm de wijn is. Ja. Doe je dat zo? Ja, om die oksel zo. Ik kan breien, hè? Echt? Ja? Wist je dat niet? Nee, wist ik niet. Jij kon dat toch ook? Ja, ik heb dat vroeger van mijn overgrootoma geleerd, maar ik heb dat heel lang niet meer gedaan. Oh, mijn moeder kan het nu ook heel goed. En dan, ik kan het, bij mij is het zeg maar ongeveer dit tempo de hele tijd zo. En bij mijn moeder hoor je echt heet zo. Ik kan dat echt super snel. Maar de meeste oma's kunnen, jouw oma kan sowieso ook goed draaien, denk ik. Ja, misschien wel. Maar mijn overgrootoma sowieso. En ik weet nog dat ik vroeger naar de camping ging. En daar stond mijn overgrootoma en die was toen aan het draaien. Ging ik dat ook doen? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, nee. Was ik echt super jong. Hey. Wat is dat? Geld? Ja. Oh mijn god. Geld? Wow. Allemaal hele kleine muntjes. Wat? Dit is echt wel veel geld. Veel klein geld bedoel ik dan. Niet veel geld van veel waarde, denk ik. Maar... Oh, maar dit is wel eurocent. Dit is 2 eurocent. Echt? Alleen de meeste... Ja, de meeste zijn allemaal 1 guldencent. Dit komt uit 1977. Het is echt heel oud geld dit. We hebben allemaal 1977, 1978. Ja, dat is heel oud. Vraag me af of zoiets waard is. Hier, deze komt uit 1963. 1 guldencent, 1963. Dus het is gewoon bijna 60 jaar oud, hè, deze munt. Ja, ik weet niet of dat iets waard is. Nou, weet ik ook niet. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat er wel veel meer mensen zijn die dit hebben, zeg maar. Maar... Gewoon een bakje met geld. Kijk, dit zijn wel interessante dingetjes wat je nou gewoon kan vinden, hè. Dat is toch leuk? Hier zou ik deze meteen naar je toe gooien. Hey! Oh, yo! Bijna. Bijna. Wow, dit is echt een hele oude set om... Gourmetten, ja. Gourmet. Hele oude set. Oei, dit gooi je meteen weg. Dit is allemaal heel oud Tupperware shit. 10 euro? Ja, deze wel 10 euro. Yep. Volgens mij viel er nog geen eens eentje in. Nee, volgens mij ook niet. Goed, 10 euro was. Nice. Dit is ook weer een olielamp. Oh mijn god, dit is wel een ziek hoor. Kijk, dit ook. Oh, dan kan je hem uitdoen hiermee. Doe je hem aan en dan zo. Of wat? Oh, ik dacht dat ik slim was. Ik dacht, deze doe je naar voren en dan doe je hem uit. Of wel? Doe je dat wel hiermee uit of zo? Misschien doe ik nu echt iets heel doms, hè. Ik heb echt geen idee. Maar dat hoort hier in ieder geval wel omheen. Kijk, en dan deze. Die hoort erop. Oh, ja, wel sick, hè. Dit was gewoon vroeger als het gewoon hoe ze licht hadden. Kijk, die hoort hierop. Deze hoort hierop. 2. Ja, lijf, hè. Het is echt super oud, dit. Even voor de zekerheid bewaren. Het geld vind ik nog steeds zo leuk. Ja, ik denk dat die 2 en 1 cents binnenkort wel wat waard worden, hoor. Binnenkort, denk je? Of een week of zo? Binnenkort over een paar jaar, omdat het natuurlijk schaarste wordt. Want ze geven die muntjes niet meer in het... Het is zo'n klein. Ja. Oh, oh, oh. Oké. Nou, misschien als ik nog 60 jaar wacht, hè, dan is het 120 jaar oud. Misschien dan wel. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd wat jullie erover zeggen, mensen. Oh, wat zit hierin? Zo. Oh, een egel. Kijk nou. Hé, hey, dit is een spaarpot. Kijk, een gleufje in zijn nek. Er zit niks meer in. Oh, dit zijn wel allemaal oude beeldjes. Kattenbeeldjes. Oh my fucking god. Wat is er? Ik wil iets goors zien. Goors? Kom eens. Oh, ik heb net een sieradendoosje open. Dat is ook wel interessant. Kijk, iets goors? Nee, loop maar naar links. Nee, niet meer. Oh, het stinkt hier heel erg. Kom maar naar links. Oh! Oh my god. Oh god! Oh. Ja, niet dicht doen, ik ga het wel weggooien, gast. Als hij nu weer dicht wordt, echt erg. Dit stinkt oh, zo. Dit is zo ziek. Die koelkast heeft gewoon dicht gezeten. What the fuck, hé? Oh, dat is zo ranzig. Hij ruikt gewoon een afvalbult naar een vuilnisbult. Nou, maar gewoon nog wel heel heftiger, hoor. Ja, volgens mij. Maar kijk, als je dit huis zo ziet, dan denk je ook van, jeetje, wat is dit voor krekhuis?
Ja, toch? Ja. Kijk dan hierboven allemaal en zo. En dit. Ja, dit is trouwens af. Dit hoort gewoon zo. Nee, hoe dit eruit ziet. Ja, maar het wordt echt heel mooi. Het wordt heel mooi. Ik vind het altijd lastig om er doorheen te kijken, maar het schijnt dit heel mooi te worden. Dit was mooi de kaas. Godverdamme. Wow, dat is echt heel vies. Oh, dit is zo nasty. Hoe lang zit het erin? Te lang. 2 maanden. Ben je Amerikaan? Dat het zo raar wordt, hè? Dat is echt sick. Ik vind het wel oprecht heel kut, want deze hoort bij de koffie. Ja, die moeten we eigenlijk schoonmaken, ja. Als het nog schoon blijft. Ik ga echt op mijn nek hier. Dat is echt heel heftig. Ik ga dit nog schoonmaken. Ja, Marjan kan hier alles wel goed mee omgaan, hoor. Lijkt net alsof wij ons aanstellen, maar Marjan is echt gewoon een stoere chick. Ja, ik gooi dit allemaal weg, hoor. Ja, gooi allemaal maar weg. Jammer. Ook al heeft het dicht gezeten, die geur op het pakje en zo. Hé, maar die champagne is nog goed. Wat is dat? Ja, die is nog wel. Dikke champagne. Weet geen eens hoe ik erin komen. Ik heb wel, hebben we aan Kim en Floor gegeven. Oh. Die laten staan. Vlug. Carpaccio! Ja, we moesten het stroom eraf halen omdat ze hier bezig gingen, maar die hebben er dus blijkbaar er niet op gezet. Oh my fucking god, hoe kan dat dan zo goor worden? Ja, kijk, die schimmel hier helemaal aan de zijkant, hè. Dit was gewoon helemaal schoon. Kijk hier dan ook. Alles was gewoon brandschoon. Raketje. Oh schat, dit stinkt echt zo erg. Ja, ik weet het, maar ik weet er wel eventjes weer leeg halen nu. Oké, hij is leeg, we gaan naar buiten. Oh mijn god. Gooi jij dat weg? Ja. Oh. Gadverdamme. Helemaal misselijk van. Oké, laten we teruggaan naar het sieradendoosje. Dit is wel echt sick hoor. Kijk wat die in zit. Ruikt ook weer heel oud. Ik vraag me dan af of er iets bij zit wat dan echt goud is of zo. Best wel ook een beetje gek om zo door een sieradendoosje te gaan van iemand. Ja, dit zijn gewoon van die dingen die moet je gewoon eigenlijk meenemen naar een juwelier die je vertrouwt. En dan gewoon zeggen van oké, dit heb ik gevonden. Zit er iets van waarde bij? Want ik heb geen idee. Net zoals dit. Zit zelfs nog netjes in verpakking of zo. Ik heb echt geen flauw idee. Ja, laten we dit gewoon zo bewaren. Oh, weer een kat. Dit was echt een kattenverzamelaar hoor. Deze. Ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat het heel veel waard is dit allemaal. Jeetje. Wat een sieraad allemaal. Vind je in één keer een Rolex van vroeger? Zou zo dik zijn. Elke keer te kijken naar merken, maar het ziet er niet heel duur uit moet ik zeggen. Ja, je weet het niet. Zo. Dat toch? Kijk dit. Hebben ze dit ooit uitgereikt gekregen of zo? Oeio. Andrea Ferrucci, Design Milano. Wat zou het zijn? Het ziet er wel duur uit dit, gek. Ja. Holy shit. Yo. Wat? Zal ik eens op YouTube zoeken? Stel voor je hebt iets in je handen van 2000 euro. Het is in ieder geval echt luxe ingepakt. Er staat wel iets op Wikipedia van Andrea Ferrucci. Andrea Ferrucci, 1465, 1526. Het is wel ook echt iets wat mensen nu niet zo heel veel meer dragen. Ik zie dit niet echt veel op straat meer bij mensen. Nee, dat klopt. Ik zie wel allemaal kunstdingen en zo. Hier, kunstdrukken en schilderijen van Andrea Ferrucci. Ik zou het echt niet weten, maar Andrea Ferrucci, klinkt een beetje Italiaans? Ferrucci. Ja, lijkt een beetje Ferrari. Andrea Ferrucci. Ferrucci. Misschien als ik serieus Kika bel. Ik ga wel een foto maken. En ik stuur het naar Kika toe. Oh, er staat hier 1995. Ha, jammer. Dat is een beetje jammer. Er staat 1995 op de achterkant. Wij kijken weer niet goed. Goed. Nou, ik heb wel het filmpje naar Kika gestuurd. Misschien kent ze het alsnog. Maar het is wel super fancy ingepakt, hè. Echt heel fancy. Helemaal hier in een doosje en in een doosje en in een doekje. Ik zie nu ook dat er op de achterkant staat, distributed bij Isto, Nederland. Dus ik denk dat het niet heel erg bijzonder is. Dit zit er ook nog in. Een touw met een schelp. Dat is ook gewoon een sieraad. Zo. Ik heb zo mijn twijfels. Ik denk niet dat het heel bijzonder is. Maar het ziet er alsnog steeds gewoon heel fancy uit. Dit is sowieso een interessante doos. Die gaan we bewaren. Zo, nieuwe doos. Hele oude zakken. Wat is dit? Dit is een cassette. Oh mijn god. Dit is echt super oud. Ik denk dat sommige mensen geen eens weten wat een cassette is. Een halogeenspot. Weer een lampje. Super cool. Het zijn gewoon elektriciteitspunten. Gewoon een lichtknop. Ik vraag me af wat er gebeurt als ik op deze knop druk. Oh shit. Zo, dit is echt een hele oude radio. Zie je dat? Er staat ook gewoon loud.
Als je dan daarop drukt, gaat het dan keihard of zo. Het is wel van Blauwpunkt. Dat ken ik wel. Dat was altijd wel een duur merk. Oh, sick. Echt heel oud dit. Dit ook. Kijk dan. Het is echt bizar hoe snel de tijd is gegaan eigenlijk. Want dit is misschien van 50 jaar geleden. En nu kan je haast niet voorstellen dat je dit gaat gebruiken of zo. Nee, klopt. Ze zeggen ook dat de evolutie zeg maar nog nooit zo snel is gegaan de afgelopen 100 jaar. Bizar. Ja. Lijkt wel allemaal overals of zo. Gereedschap. Levenslange garantie, nou dat is mooi. 5,25 bij de vakman. Ik weet niet wat dat is, iets van bankschroeven of zo. Oh, oké. Goed, ik heb wat boekjes gevonden. Hoe zal ik het omschrijven? Ja, 18 plus. Goed, een heel boekje met 18 plus. Goed, ik kan wel even eentje laten zien en dan kan jij jezelf wel even filmen. Ik ga het nu aan Bas laten zien in 3, 2, 1. Dat dit kan, jongen. Dit is echt niet goed. Kijk deze. Oh, joh. Bijzonder, hè? Echt raar. Dan kan je... What the fuck? Oké. Okay. Nou, daarom is het altijd belangrijk om gewoon even helemaal onderop de kleding te kijken. Want dit zit er dus verstopt. Dat zit er verstopt onder al deze kleding. En gereedschap. Ja, die man die heeft gewoon tegen zijn vrouw gezegd, ja, dat is de gereedschapdoosje of. Is prima, is niks te zien. Oh god, er ligt nog een tas in. Is het weer hetzelfde is? Ja, is helemaal vol. Ja? Ja, allemaal 18 plus boekjes. Dat zijn ook rare formaat boekjes. Je kan het wel blurren en dan kan ik eentje laten zien. Dit soort boekjes zijn het. Hier, hier is niks, valt niks te zien. Maar dit soort boekjes allemaal. Ja, bijzonder toch? Dit soort formaat. Goed. Nou, het is wel af en toe interessant toch? Zeker. Kaarsen. Dat vinden we ook wel regelmatig. Oh nee. Allemaal kaarsen. Placemats van de Efteling. Ik heb natuurlijk een knolpower placemats, dus niet nodig. Wat? Calorieëntabel. Er staat gewoon precies... Oh mijn god, er staat ook precies hier een visfilet van de McDonald's. 1 stuk, 140 gram. Calorieën, 385. Yo. Koolhydraten, 1625. Oh, er staat hier alles in hoeveel gewoon calorieën het is. Hier, aardbeien van Activia. 1 beker, 115 calorieën. Wij mogen echt van geluk spreken dat we in een tijd leven dat we het gewoon even op internet kunnen opzoeken in plaats van in zo'n boekje. Dus vroeger deden ze dat echt op die manier hoor. Dat je gewoon even je calorieën ging checken in zo'n boekje. Bijzonder toch? Ja, zo sick. Ja, oké. Okay. De natuurgids. Gaaf. Wow, kijk dan. Jo. Dat is echt van lang geleden ook weer. Dat is wel vet hoor dit. Wat gave boekjes. Echt wel oud dit. Dat zit nog in een soort van verpakking. Ik ben dan benieuwd hoe oud dit is. 1979. Zo. Er staat die first published, 1979. Ga ik bewaren. Nou, je wilt test vissen. Nee, dat niet. Pak je boekje erbij. Oh, oké, dat is deze vis. Ah, de kabelroller. Oh mijn god, weg met overtollig snoer. Kabelroller. Oh, wauw. Dat is ook zoiets wat je dan op zo'n telcel shop... Wow. Kijk dan hoe vet. Dat is echt een zieke lamp, man, dit. Oh, die is echt cool. Is echt groot. Ja, die is echt gaaf. Sowieso bewaren. Een rare doos weer, dit. Er zit echt de meest random shit tussen. Ook gewoon in één keer een potje nagellak. 3 essays. Super oud boekje ook weer, dit. Dit is wel handig, hoor. Iets van die anti-grip dingen. Ja, mag je hebben, hoor, als je wil. Nee, is veel voor je camera. Nee, dankjewel, hoor. Goed. Op brein houden. Wat denk jij? 10 euro? Die ik dan de 10 euro terug? Ja. Let's go. Anders wordt het 20, hè, als je mist. Ja, ja, ja. Oh, oh lekker yes. Hoor. Nog maar net. We staan weer kiet. We staan kiet hoor, prima. 10 euro. Ja. Oh, oh, oh. Hoppa. Ja, heb jij weer 10 euro. Dat is lekker. Deze is geniaal, hè. Het is gewoon echt een super oude tas van McDonald's. Ja, dat is gewoon een zieke stijl nu, hoor. Ja, toch? Wel swagger, zo'n tasje. Oké, we komen echt heel erg dicht in de buurt van de dozen die daar allemaal staan. En dan wordt het pas echt spannend. Hier hadden we deze nog gevonden. Oh, dat is een oude archief koffertje. Niet dat er iets in zit of iets op staat, maar het is wel interessant. Ik denk dat we die scooter even eruit gaan halen, dan maken we heel veel ruimte. Ja. We gaan de scooter eruit halen. Hij is wel echt fancy hoor. Ja, hij is zo vet. Echt niet normaal. Ja. Hij heeft 5069 kilometer gelopen. Zo. Oh, dat is wel veel. Besef, als je hier gewoon mee aankomt cruisen ergens, dan maak je wel echt een blitz hoor. Ja, kijk uit, kijk uit. Oh, niet verder.
Nee? Ja, ik vind dat ook wel vet hoor, dat het zo aankomt. Het is gruwelijk. Met z'n tweeën. Ja, helemaal. Kijk, ga ik nu naar beneden doen? Ja? Ja, zo red ik het wel. Hoppakee. Oeh, nu zijn we aangekomen bij de dozen. Ja. Wat een gruwelijk apparaat, hè? Geniaal. Echt heel sick. Ja, ook zo gek dat je dit nog gewoon zo open kan doen, hè? Niet normaal, man. Wow. Super nice. Goed, laten we even hier staan. Marius! Gloednieuwe IKEA-stoel van Marius. Ja, zonder om weg te gooien, toch? Oké. Klein doosje. Heel klein doosje. Oeh, dit zijn allemaal breekbare spullen. Kijken. Oh, dit is gewoon allemaal... Het is allemaal glazen. Allemaal glazen. Tenminste, ik denk dat het allemaal glazen zijn. Oh, wauw. Mooi hoor. Dat is best wel fancy. Zo. Best wel vet hoor, deze. Dat is die deksel past daarop. Hè, joh. Oh. Wel van hetzelfde... Ja, maar dit is wel echt super mooi, man. Dit is ook echt oud. Deze is echt in super mooie staat. En deze ook. Dus toch wel even alles openmaken. Wow, kijk dit ook. Mooi hoor. Nou, ze hebben in ieder geval moeite gedaan. Hier, kijk, weer eentje. Of deze hoort er wel bij. Ja, deze hoort erbij. Ze hebben wel echt moeite gedaan om dit in te pakken. Dus zo, daar was het. Wat een krant ook, hè? Ja, niet normaal. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat dit echt een super mooie set is. Episch shot. Nou, kom maar een theetje drinken dan. Goed. Gaan we alles weer inpakken? Of... Laten we beginnen met de kranten. Is allemaal 2013 uit Friesland. Niet heel oud. Nu komen we bij de dozen. Wat hebben we hier? Oh, dit vind ik altijd zo gaaf. Dit is echt heel erg cool, kijk. Wat? Ken je dat? En wat heb je eraan? Ja, dit is gewoon een soort van, ja, volgens mij speelgoed van vroeger of zo. Ik weet niet zeker, maar ik heb iets in mijn hoofd met Rusland of zo, dat dit uit Rusland komt. Maar kijk, hier heb je dus eentje, zeg maar. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ik heb dat altijd geweten, heel slecht. Kijk, wow. Heb je er nog één? Oh, yo. Ja. Dat is wel sick. Hebben we er nog één? Holy damn. Hoe heet dat? Matrushka. Matrushka. Hier, kijk, heb je er weer één? Wat? Ik hoorde jou zeggen, kijk, heb je er weer één, dacht ik. Oh, joh, hoeveel hebben ze er wel niet? Hou op, hè. Nee. Wat zijn ze? Kijk dan, dit zit allemaal in elkaar. Dit is toch super vet? Geniaal. Dit is ook echt wel heel erg mooi, hoor. Het is echt een hele mooie, dit. Ja, die moeten we echt bewaren. Het is echt super cool, dit. Nou, kunnen ze nu allemaal gewoon weer in doen. Maar dit is allemaal zelf gebrand in dat hout. Echt? Met zo'n pen. Ja, met zo'n pen is dat gebrand. Dit zie je hier ook heel goed met die bloem. Mooi, joh. Ja, dat is echt super gaaf. Echt knap. Het is gewoon kunst. Die gaan we bewaren. Nou, hier een hond. Oh mijn god. Wat hebben we hier? Oh. Oh, sleutelgast. Het zit helemaal vol. Het is echt wel zo'n geheim kistje. Wat? Dit is ziek. Oh mijn god, dit is ook super verroest. Wat zit hierin? Het is ook zwaar, man. Hoe ga je dat open krijgen? Nou, ik heb geen idee. Hopen dat hier ergens de sleutel in zit. Ik weet het niet. Wat zit er nog meer in? Wat is dit? Zitten er eieren? Eieren? Er zit een golfbal in. Oh, what the fuck. Oh ja, en altijd handig. Nagelschaartjes. En ook nog nieuw in de verpakking. Wat? Hoe ziek is dit? Geniaal. Ja, ik durf hier ook niet keihard met die hamer op te rammen, want als hij dat kapot maakt. Wow, als je een kistje op... zo nieuwsgierig. Als je een kistje op slot doet en er zit best wel veel in zo'n soort kist, moet er echt wel waarde in zitten. Want waarom zou je hem anders op slot doen? Precies. Myron! Check dit, hé! We hebben buit! Wat zit erin? Ja, weet jij het? Krijg je maar niet open. Nee, til maar. Het is best wel zwaar. Echt? Ja. Oh joh, zo klinkt het wel. Je moet het kapot maken. Ja, kapot. Ja, ik ben bang dat als ik het met de hamer opsla, dat het te kapot gaat, zeg maar. Maar ik zit even na te denken. Ik had wel een sleutel gevonden gisteren. Yo! Wat moet je? Ga weg! Wat? Ik heb net iets zo vet gevonden. Niet. Ja. Waarom mag je het niet? Ja, ik heb op jou gewacht, maar hij zit op slot. Het is een kluis. Ja, het is een klein kluisje. Ik krijg hem niet open. Oh, maak open het niet. Ja.
Goed? Ja, lekker. Ja, meisje. Oh, ik ben benieuwd, man. Ik zag al een scooter staan op de foto van Marvin. Is dat een blauw? Ja, man. Die scooter is meer dan 1000 euro waard. Ga je op laten klappen? De scooter komt uit 1958. Holy shit. Ja, dit vindt Shahid ook superleuk. Dat weet ik zeker. Maar dankzij Shahid hebben we sowieso deze spullen op kunnen halen, omdat we deze prachtige bakwagen hebben. Ah, kijk eens. Mooi. Mooiste van het land. Vraag me nog steeds af wie die vrouw is, maar... Wow. Die is oud, hé? Ja, kijk dan. Oh mijn god. Check dit. Hier zie je het bouwjaar en alles. Oh! Dus dit is gewoon origineel. Het is een IWL uit 1958. Die moet je gewoon helemaal laten restaureren door iemand. Komt uit Polen. Polen? Ja. Een lang tochtje. Hoi! Hallo! Zo, echt een lijp ding, hé. Ja, toen was het nog kwaliteit. Je ziet geen scooters meer die gewoon standaard reserveband daarachter op hebben. Ja. Ja, daar staat hij op. Hoe zwaar die is? Eigen 300 kilo? Nee, eigen gewicht 120 kilo. Deze scooter is al nu 120 kilo. Je kan hem 300 kilo op. Ja, je kan hem 300 kilo op. Waarschijnlijk wel. En hij is al 120 kilo. Maar kijk, als je nou achterop ging zitten vroeger, dan kon je hier aan vasthouden. Oh, geniaal! Ja, dus dan zat je zo achterop en dan zat die ander te rijden. Dat is wel een brilletje, hoor. Ja. Dit is vet, hè? Mooi, hè? Hoe kan die sleutelgat ook? Dat is zo... Ja, maar gast, kijk wat ik nu heb gevonden. Over sleutelgat gesproken. Kijk. Oh, ook zo'n oud dingetje, man. Die had ook mijn oude vroeger zo. Wat zit erin? Oh, heb je hem opengemaakt? Nee, ik krijg hem niet open. Ik heb geen sleutel. Het zat in deze doos. Ga naar boven. Gooi hem naar beneden. Nee, schat. Nee, joh. Stel voor, er zit iets breekbaars in. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Oh, vet, hè? Oh, dit is leuk, hè? Dit is echt geen. Ja, maar ja, hoe krijgen we dit nu open? Dat gaan we fixen, man. Maar iets met het tussen en dan zo buigen. Ja, een sleutel. Ik pak ja, want dit doosje is niet zwaar. Dit is top, jongen. Dit is top. Maar deze doen het niet meer, wel? Jawel. Kijk eens even, een hamertje. Nee, zo ertussen. Ik dacht misschien de magische klap. Ja, oh, wat echt mooi. Wat zou erin zitten? Nee, dat ertussen inderdaad, dat dacht ik. Ja! Oh, oh joh! Oh. Nou, goede kluis is dit, zeg. Ja, er zit alweer tussen. Hij zit er! Hij zit echt vast! Hij zit vol! Zelfsluitend. Ja. Krijgt het er nu weer. Ja, oké, opa. Wow, wat een sieraden. Wow. Wat een gast. Allemaal een loosje. Zo, wat een lucht komt hieruit, hé. Een oude meukenlucht. Meukenlucht. Oude meukenlucht. Oeh. Mooi, joh. Mooi, joh. Een dikke Louis Vuitton. Oh, met smileytjes. Yo, dit is lijpe shit, of niet? Kwarts, dat is wel... Kijk hoe vies mijn handen zijn, hè? Zie je dat? Ja, ik weet niet hoe vies al die spullen zijn. Ja, dat komt door zeker die spullen. Ja, dat komt door al die spullen aanraken. Maar zou dit zal wel echt zilver zijn? Oh, wordt geprikt. Oorbel. Ja, door dit werd ik geprikt. Holy shit! Dat is een oorbel? Nee, dit is volgens mij een pin of zo. Ik weet niet. Voor je... Oh ja, hoe? Dan kan je wat ophangen aan je shirt. Ja, dit is volgens mij echt alleen maar oude meuk, hoor. Ja, misschien even mooi, toch zoiets. Ja, ik ga al die spullen bewaren en daarmee ga ik gewoon naar de juwelier en zo van, wat is wat waard? Wow, hey. Ik wil niet veel zeggen, maar dit is Louis Vuitton, gek. Echt? Ja. Wow, gek. Zo. Deze is oud. Uit Parijs staat de... Stainless steel water resistant. Dit is een originele. Wow. Zo. Dit is een originele Louis Vuitton horloge. Holy shit, gek. Jij komt wel op het goede moment, ja, hè? Man, echt, hè? We hebben de hele tijd lopen zweten, alles lopen weg, voor je lopen. En we zijn bij de dozen en hij is er in één keer. Ja, maar dit zijn echte. Die dozen zijn het leuk. Maar dat kan je ook echt in zo'n hoe noem je dat? Frituur? Frituurpan zetten. Fritrine of zo. Ja, een fritrine. Ja, een fritrine, ja. Fritrine. Hij is wel heel oud, maar ik denk ze met wat... poetsen en... Ja, maar misschien... Ja, kijk wat dit hier, wat hier op staat. 18k gold. Wat? Dit is gewoon echt goud dan. Ja, maar... Ja. 18 karaat goud. Zo, maar kijk, een nieuw bandje, dat is weer nieuw. Ja. Ja, gewoon een ander bandje, dat is weer als nieuw.
Ja, die Louis Vuitton, hé, wat lijkt. Wow, lekker. Die moeten wel in de gezin. In de vaginekast leggen. Zit hij. Wat is zo'n. Die doe je zo op je lips. Oké, ja, hij zit erop. Hij zat al van, die is voor jou weggestemd. Ik vind het zo leuk, hè? Gewoon schuimen. Heerlijk. Schuimen? Van ja. Schatkist. Is dat een leuk van? Schuimen. Schuimen? Ja, Google maar. Dat, echt? Ja, die gaan alleen maar kijken. Graaiers. Graaien. Nou, laten we dit erin doen, maar... Is dit zo'n ding die, waar de 100 in zitten? Ja. Ja, maak me niet te open, want die heb ik net weer gezet. Ja, ik heb het al uit elkaar gehaald. Maar hey, dit is wel handig, want nu zit hij weer op slot. Ja, maar ik denk als je gewoon... Top. Hard... Goed, dat je onze Louis Vuitton. Hey, maar we weten wel hoe we het open moeten maken. Dat is ideaal. Zonder hamer, gewoon keihard van. Hey. Hoppa. Nou, wat een waardeloos slot. Maar toen ik in eerste instantie dit zag met al dat roest, toen dacht ik, oh mijn god. En hij staat ook nog vol. Wat... Ja. Maar leg even uit, je hebt garageboxen gekocht? Ja, ik heb garageboxen gekocht op een veiling. En wat we nu doen, we maken nu een selectie van troep. Spullen die waarde hebben, spullen die we moeten laten taxeren en spullen die we weggeven aan de kringloopwinkel. Kom. Dus zo hebben we alle spullen wat eventueel naar de kringloop gaat of wat we nog even moeten onderzoeken, staat hier. Dus welkom in mijn winkeltje. Oh, wat een vrouw. Nee joh. Ja. Hij heeft gewoon een hele... Nou ja. Dat is grappig. Wow. Hè? Kijk dan gek. Een hele oude radio. Ja, maar kijk dit. Wow, kijk dan, wat zijn dit? Ja, ze zijn allemaal 1 guldencent. Holy shit. Uit 1977. Dat is zometeen nog geld waard. Misschien vinden we wel Pokémon's gast. Pokémon kaarten, ja, dat zeggen we allemaal. Oh, echt? Oké, nice. De 18 plus boekjes. Ziek, hè? twee zakken vol, hè? Ja, ziek. Maar wie zou dit geweest zijn? Hier, kijk dan. Dit is een cassette. Holy shit, ja. Wow. Ja, jij eerst, Dick. Ja, nee, jij. Want serieus, vroeger... had ik Power Ranger aflevering op een cassette staan. Echt? Ja. Power Rangers? Ja, ik had alleen maar Bassie, Adria, Ninja Turtles. Ja, gewoon op een band. En dan deden we die band erin en keken we Power Rangers. Maar altijd even die band aandraaien toch als je een beetje los had. Ja, oh, dat is bizar, hè? Ik gooide altijd fruit, worteltjes, alles gooide ik. Als kind gooide ik gewoon in die video recorder. Hey, dat is nieuw. Hoe vet is dat? Gewoon in een kroeg die ik niet heb. Ja, oh ja, dat is echt zo'n kroegding, ja. Dus, moet nog even een kroeg ergens komen. Nou, hier. Ja. Ja. Ik denk dat je zometeen ook nog wel een bar tegenkomt. Oké, nou, ga je meehelpen? Ja, zal ik ook een doos pakken? Nou, laten we gewoon deze doen. Ja? Gewoon doos voor doos, kijk wat erin zit. Oh, top servetjes. Hier, voor kerst. Nee, hoef je dat dan niet met tafelkleed. Holy shit, al veel. Voor kerst. Nou, zo komen we dus elke doos wat anders tegen. Oh, kijk dan, wat is dit? Bond voor straatpensionering. Nee, geschreven. Oh mijn god. Ja. Dat is echt oud. Pak maar, Sjoe. Wow. Wat joh. Oh. Special edition. Ja joh. Pokémon. Het is een shiny, het is een holo. Het is een soort van Charizard van vroeger. De eland. Oh mijn god, het is veel beter dan Pokémon kaart. Goedemorgen. Riet. Hoe is het maar? Lekker man. Hier eten. Yo, hey. Ik heb een nieuwe baan. Hé, hey, thanks. Met mijn zorgen. Hey, maar even serieus, ik wil zeggen, maar check wat hierachter zit. Kijk, dit heb ik net gevonden. Een bond voor staatspensionering. Oud en arm, hoe lang nog? Wat zit hierachter? Gewoon, glas. Nee. Oh, ik dacht dit is een envelop met als een pensioen. Ah. Kijk hoe oud, hè? Dat is niet normaal. Ja, maar echt, je moet eigenlijk dit allemaal openmaken. Want mensen die verstopten vroeger alles gewoon, hè? Geen idee, zo ben ik niet. Ik weet niet waar jij bent. Ja, maar dat zeggen ze wel eens inderdaad. Dat oude mensen in een oude software. Daarom zijn ze zo. Ja, precies die. Ja, dat moeten we eigenlijk wel doen. Dat is wel wat matras ook van die daar stopt ze altijd geld in. Ja. Ook ja. Gewoon een mes en dan matras geld erin. Ja, maar dit soort lijsten moeten we even apart leggen hoor. Ja, maar serieus, ik denk echt dat het goed is wat ze iets zegt. Dat ze die achterkant moeten openmaken. Ja, want je weet maar nooit hoor. Je ziet ook gewoon aan het papier hoe oud dat is, hè. Zo bizar. Echt niet normaal. Wat is dat? Hé, dat is van de uiver, gek. Ziek, hé. Deze is gewoon geld waard, hoor. Daar heeft mijn oma opgevlogen. Hé. Ja, vond ze het lekker.
Vond ze het leuk? Prachtig. Vond ze het leuk? Ik wist helemaal niet dat jij kon zingen. Zingen? Ja, prachtig hè. Nee? Op de Insta-story. Dus ik wil een showje terug. Maar ja, weet je waarom ik dat liedje zong? Nee. Die rode, ja. Nee, dat gaan we straks wel even erbij pakken. Ja. Okay. Ja. Misschien hebben ze een huwelijksvoorwaarde hierin gedaan. Ja, 61. Niet normaal. Goeie, dit is een huwelijksfoto uit 11 februari 1961. Oh, die kan je wel in doen dan. Ja, die gaan het toch niet meer zien. Dat wou je zeggen. Ja, die kunnen toch nog leven. Ja, mijn vader komt in 1962. Ja, daarom. Die is ook nog leeftijd wel. Ah, je oude vader. En bedankt. Nee. Is het je vader niet? Papa, what the fuck? Ja, ziek hoor, want dat glas staat zelfs helemaal bol. Maar dat je vader een dubbel leven heeft, weet je wel. Ja, joh. Dat je ineens hier erachter komt dat hij een heel ander leven heeft. Oh. Ja, dit moeten we wel bewaren, die fotolijst. En dat kussentje ook. Het stinkt enorm. Ja, maar joh, we gaan nog dingen tegenkomen. Ja, maar dit is zo leuk, hè? Ik kan gewoon een hele week op. Schat zoeken. We gaan heel even pauze inlassen. Ik ga even mijn handen wassen, want je ziet, dit krijg je dus van al die dozen en spullen doorzoeken. Het is echt vies. Pauze. Dus ik ga even mijn handen even goed schoonmaken. En dan gaan we even lekker broodje eten. Want we hebben broodjes besteld, drinken. Dus er wordt even genieten. Dus even een pauze. Even pauze. Hij wil weer doorgaan. Ik ken hem. Hij wil doorzoeken nu. Even pauze. Kom zo bij jullie terug. Het is tijd om weer te gaan snuffelen. Oké, laten we kijken. Gast! Wat is dat? Oh mijn god, is dat een echte? Ja! Volgens mij ook. Holy shit! Ah, dat is een echte. Dit is sowieso een echte. Oh mijn god. Wow. Holy shit. Yo, Milan en Maiwan, check dit. Gewoon een vos. Het is gewoon een echte. Oh my god. Het is gewoon een echte. Ik hoorde jullie schreeuwen in één keer. Kijk, je ziet hier de neus en de oortjes en zo. Gewoon op stof gemaakt. Echt niet meer van deze tijd dit. Nee, dit is gewoon, als ik dit zo zie, vind ik het gewoon heftig. Terwijl vroeger waar legt iemand dit neer? Ja. Ja, wow, dit is gewoon Vikings gek. Ja, vroeger deden ze dit gewoon maar om heel zichzelf warm te houden, ja. Mag ik eens gewoon? Oh. Maar dat komt dus uit deze doos, hè? Het ligt gewoon meer in. Wow! Oh, er ligt nog iets in van een dier. Oh, kijk! Een dier! Het is een echte koe. Maar dit hoor je in Oostenrijk alleen maar. Echt alleen maar de hele dag door. Wat is dit voor een psycho douche? Wat is dit? Knijn? Dit is, ja, ik vind dat niet fijn eerlijk gezegd. Nee, toen bestond Miele. Hè, Miele? Dus voor de barbecue of niet? Voor de vlees omdraaien? Ik vind dat vlees niet fijn, denk ik niet ook. Zo, dit is een oude doos, hè? Er zit een bon in. Zie je, mensen verstoppen alles, hè? Koffiebonnen. Koffiebonnen? Ja, die knip je van die pakken al. Vroeger had je koffiezakken en dan knipte je die bonnetjes eraf. En als je dan 3 miljoen had gespaard, dan kregen ze een koffiezak gratis of zo. Ja, toch? 3 miljoen. Ja, daar moest je echt mega veel voor verzamelen, geloof ik. Maar iedereen deed het, hè? Zwaar, hè? Dit is wat? Voor jou. Nee, dit zijn die koffiezakken. Ja! Mooi, joh! Dit zijn die koffiezakken. Hier, kijk! 10 punten! Wow, dit is niet normaal, hè? Wow, wat is dit? Holy shit, allemaal koffie. Cacao, nee, cacao, zie je? Cacao? Oh mijn god, ja, hier, kijk, hier staat hier, droogste cacao. Wat? Oh mijn god, en dit is hier, Douwe Egberts. Het bestaat ook al lang, hè, Douwe Egberts. Wow, nu gaat het interessant worden. Koper! Hé, dat heeft waarde. Ja. Dat is zwaar, of niet? Gesmolten koper. Ja, dat is best wel zwaar. Nee, dit is goedkoper. Hij komt ook even kijken hoor. Nou is goed, dan is dit mijn hoekje.
Klote. Nou, maak jouw hoekje open. Ik ben benieuwd. Wat heb je daar voor zakje? Oh mijn god. Dat is zo'n koffieding. Ja, om koffiebonen erin te doen. Of niet? Die hadden ze volgens mij wel vaak mogen gebruiken. Oh, oh kijk hoe schattig. Echt schattig. En dat was echt alleen dit hoekje. Holy shit. Hey! Tegen! Delft blauw! Delft blauw! Ja, Delft blauw! 3 euro! Oh. Hij vindt dit zo mooi, hè? Dit is toch fucking leuk! Ja, dit is wel mooi, hè. Zo, dit is zwaar! Kijk dan! Holy shit. Geen aan bij mijn aanbeeld. Ja, toch? Zo. Oh, de hamer valt uit de hand. Kijk. Wow, gekke klok. Keramiek, hè? Ja, maar dit moeten we bewaren, schat. Kijk dan. Het is gewoon oude koffieboom. Oh, ja. Zou dat wel goed zijn? Nee. Dat weet ik niet. Ja, misschien wel. Wat gaan we hiermee doen? Met dit aanbeeldje. Dit is allemaal wel zilver, hè? Maar besef, hè, dat dit is nog helemaal niet zo lang geleden dat je dit spaarde. Want mijn moeder, ik kan me herinneren dat mijn moeder dit ook spaarde. Ja, ik ook. Ja, ik toch? Ook. Ja, ja, daarom weet ik ook wat het is. En dit is een tabakpot. Een tabakpot. Kijk dit hoe vet, hè? Hé. Hey. Ja, dan hoor je zo'n geluidje meestal, toch zo? Ja. Oh, kijk dan. Milo. Wow. Wow, zeg niet, want dit is het. Wat? Ken jij dit? Dat je serieus een foto van iets kan maken en dat Google dan al zoekt voor je. Echt? Milan weet dat weer, hè? Kijk, dan zoek je dat en dan gaat hij allemaal gelijk dingen zoeken. Wat? En wat is dat? Delft blauw? Yahoo. Oh, dat is allemaal Japan. Maar als we dan een schilderij bijvoorbeeld of zo hebben. Wow, kijk dit dan in! Oh, kijk dit! Hé! Hey. Hoe geniaal! Dit is een Zippo, volgens mij. Echt? Oh nee, hier zo. Ja, gewoon even een scheutje open. Ja. Wow, dit is heel oud, dit moeten we bewaren. Ja, dit moet je bewaren. Hier, ja, dat is vroeger altijd. Wow, yo! Wow, dat was echt onwerkelijk gewoon. Hij gaat op hoor, hij gaat op. Ja, ik zie niks meer in. Oh shit, vet. Zou ik niet aan mijn mond doen? Zo, wat heb ik allemaal. Kijk. De haan van Bartelos. Wow, 25 euro. De kus. Wow. 1889, reproductie in brons, maar het origineel van Rodin. Dus dit is gewoon brons. Rodin, ah, zo ziek. De kus. En dit is Geert. Geert Kunen. Echt? Ja, Geert Kunen. Maar dit is denk ik zijn doos geweest die hij zelf wilde verkopen. Ja. Want er zitten overal nog prijskaartjes. Ja, klopt. Oh, let op. Nou, dit was wel een interessante doos hoor. Ja, man. Maar wat die fietsbellen en zo, dat kan wel weg toch? Hey, kijk dan, dit is gewoon van Kunsthandel Gebroeders V. Paridon in Amsterdam. 020, hier. Misschien als je die kunstenaar opbelt en vraagt. Dan neemt hij die op. Dan zegt hij: hallo. Oh, omdat het een hand is. Ja, maar weet je wat we hebben gevonden? Dat vind je iets sowieso wel interessant. We hebben een lamp gevonden van Jean de Bouffy. Ja, Jean de Bouffy. Jean de Bouffy. Ja, hij zegt Jean. 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 Hij maakt helemaal een Bouffy van Jean. In Frankrijk noemen ze wel zo. Jean. Ja toch? Ja, Jean! Ja! Jean! Het is toch Frans? Het is toch Jean de Bouffry? DJ Jean! Ja toch? Jean de Bouffry! Oh, ja, dat is leuk in mogen! Ja, legende! Jean de Bouffry, waar is die lamp eigenlijk? Ja, die staat buiten ergens. Pak jij maar weer een. Goed. Welke kleur, deze of die? Maar niet. Hoi joh. Maar is toch zo'n zakje de volgende? Nee joh. Een verrassing. Dit is een. Wat? Tafelkleden. Hele oude. Dat is
gewoon helemaal ingepakt, maar het zijn alleen maar tafelkleden. Nou, ik pak wel even een goede doos. Komt goed, mensen. Dit zijn de dozen die we hebben. Bijna mijn... Zijn we daar af? Wow. Oh, kijk dit. Dat is om zo'n vuurtje aan te wakkeren. Ja. Voor de barbecue. Nee, voor de pizza. Kan ook. Nee, voor de kip staat er. Barbecue staat er letterlijk op. Oh. Zo. Die had mijn vader altijd, jongen. Die had zo'n klein barbecue van... Deed hij zo? Ja, altijd. Geniaal, toch? Hoef niet zo te blazen. Een beetje eng. Ja, kijk, dit deden ze vroeger bij de boten, als je door de sluis heen moest, dan zou iemand zo, dan gooide je dan geld in. Is echt zo? Dat klopt, ja. Ja? Ja. Als je bij de sluis kon, dan ging je zo'n stok naar beneden met een touw en zo'n ding, dan gooide je geld in en kon je die sluis open. Ja, klopt, dat is nog steeds wel, hoor. Ja. Wat? Ja. Nou, ze leren dus wat. Wow. Nou, die had al een naaimachine. Oeh, Baronie Medaillons. Hé, dit zijn medailles dan. Melkchocolade. Ik denk dat dit wel sick is hoor. Kijk. Hier, kijk. Wow, sick toch? Zakmes. Ja, een klein zakmes. Kijk dan. Gast. Wat is dat? Baby. Hé. Oh, dit is zo leuk, hé. Hij gaat hem hoog opzoeken, jongens. Ja, oh, deze zit helemaal vol, joh. Deze zit helemaal vol. Komt ie hoor. Kom dat zien. Zo hé. Hey. Voor peper en zout. Of niet? Nee. Oh. Hey, breinaalder. Wat? Kijk dan, breinaalder. Ja, ik dacht peper en zout. Ja, toch? Ja. Dit is ook wel oud hoor. Wat zijn allemaal tegels? Hey, intratuin stickers. Hé, hey, dit zijn allemaal tegels. Ja. Ah, dit is echt... Oh, dit is wel goed gelukt. Mooi potje. Fuck. Wat is dat? Oh, dat is zo'n... Ja, heet dat? Oh, spinnenwiel. Roos, ja. Spinnenwiel. Door een roosje, hoe heet dat? Ja, prik door de spinnenwiel, ja. Toen was het hele leven van. Oh mijn god, kijk hoe oud dit allemaal is. 9,35, wat zit hier in? Oh, kijk dan, allemaal nietjes. Zo, stinkt. Oh ja, hele oude meuk weer. Zo, dat is een nieuwe way. Oh, dit stinkt echt allemaal. Hier, lampen, zo'n auto. Een auto. Is voor aansluiting. Een auto, ja? Oh, dat is zo'n zaakje voor een bos. Wow, kijk dit dan. Right. Dat is gewoon een tankpas van Shell. Oké, dit is interessant. Ja. Dit is onze interessant. Onze beurt maken we. Oh mijn god. Kijk dan. Oké, ik pak deze wel. Oh. Goed. Kijk wat we hier hebben, dames en heren. Wat? Wat is het? Dit lijkt wel een beetje Knex, ja. Is dat het ook? Ja, denk ik. Een soort van Knex. Maar ik zie alleen geen zijn onderdeeltjes nemen van Knex. Wow, dit is wel oud ook weer. Dat is van Arnold geweest. Een constructiespel voor kleuter, jeugd, hobbyjaren. Ja. Wow. Fischer techniek. De instant Fischer techniek. Dit is echt oud. Ja, ik heb de jackpot, denk ik. Ja, dit is echt heel oud speelgoed. Dat is wel interessant. Jackpot. Oh, gast. Mag ik ook een laadje? Zo vet. Yo. Weet je waarvoor dat is, schat? Dit? Ja. Waarom je dit kan doen? Nee, waarvoor dat is. Nee? Dit gebruikten vrouwen vroeger om hun mouwen op te stroken. Oh, wat? Ja. Dan blijft het zeg maar zo zitten. Als je nu eigenlijk van bloesjes en zo. Oh, ja. Als je dan je mouwen opstrookt, dan zit dat ding ertussen. Wat? Oh mijn god, dat heb ik nooit geweten. Jij wel? Nee, lifehack. Ja, dit zijn wel van die sieraden dingen. Die moeten gewoon naar de juwelier. Kom ze maar op. Hey, oorbelletjes. Heb jij een geitje? Ja. Ja, maar die ga ik niet in doen. Nee, snap ik. Zo'n oor. Wow, kleurtje. Kralen. Holy moly. Die zit vol met kralen, ja. Niks. Oh mijn god. Kijk dit alleen. Wauw. Wow, dit is wel sick hoor. Nee, prijskaartje zit er nog op. 2,99. Nou, dit is toch wel een beetje jammer. Dit is, ja, maar dit is... Oh, hier heb je ook laadjes. Ja, dit is goed. Oh nee, dit is wel echt. Ja. Hé, hey, maar vet. Dit is wel dik hoor. Wow. Ook een speelgoed. Kijk dan, hè. Oh, dat is zo'n inkt ding.
Oh, zo'n stemper. Intussen, ja. Dus dan doe je dat erop en dan kan je stempelen. Ik sta erop, stempad. Stempad, oh, staat er gewoon op. Zo, maar dit is echt oud gespeeld. Wat sick. Wauw, kijk of we nog iemand herkennen. Wat is dat? Eredivisie 1971-1972. Wat? Hier voetbalsterren in actie. Oh, ken je alleen maar compleet. Kijk dan, Johan Cruijff. Wow, gast. Hey, dit hele boek is helemaal vol. Nee, joh. Ja, Ajax, DWS. Wow, gek. Dat zijn van die voetbalplaatjes die je kon sparen. Dit is vet, hé. Dat is wel heel cool, ja. Holy shit. Wow, dit is wel echt een hele vette vondst, hoor. Ja, dit is heel vet. Die voetbalplaatjes is dus blijkbaar echt al tientallen jaren gewoon populair. Dat wist ik echt niet, hoor. Dat was voor mijn tijd. Dat kan echt nog wel wat waard zijn, dit, hoor. Hier, Feyenoord. Hier, Jan Boskamp. Wim van Hanegem, zie je, kijk dan. Ja, inderdaad, ja. Wow, wat vet. Koen Moulin, die is er helaas niet meer. Ja, dit is wel echt vet, hoor. Dit is wel echt heel erg cool. Wow, kijk dan. Wow, dit is geschiedenis, man. Dit is wel sick, hoor. Transferlijst, wat de... Holy shit, was geen coach of zo. Hier, deze collectie met dubbel L, kijk dan. met een K. Ja, er stond hier ook al op, kijk. Actie met een K ook. Je ziet het. Ja, maar dat kan nog steeds. Ja, actie kan nog steeds. Frans Vermeulen. Dit is echt een bijzonder boekje, hoor. Guus Hiddink. Waar? Ja, joh. Oh, wat vet. Dit is lijp. Had ze ook gewoon allemaal, hè? Ja, dat is knap. Ja, heeft er geen één gemist. Heel vet. Wat in deze natuurlijk. Oh mijn god, heeft er hier nog één? Ja, hier. Voetbalsterren in actie. 72-73. Kijk, alle handen. Ja, wow, joh. AZ. Heeft er weer één. Hier, Ajax. Hier, Johan Cruijff. Ja, wat vet. Wat, hier, Sjaak Zwart. FC Amsterdam. Ja, dat was toen nog. Echt? Huh, Twente met een H. FC Twente. Huh. Twente, huh? Wow, dit ook, hè? Eigen wereldteam. Oh mijn god, dit is echt wat exclusieve shit, dit, hè? Bijzonder. Heel vet. Ja, dit is echt super vet. Transferlijst weer. Wauw. Dit zijn gewoon de voetbalboekjes van vroeger. Oh mijn god, hier ligt er gewoon eentje los in. Ik denk dat deze dus van deze is. Ja. Zie je? Dus die moet hierin eigenlijk zo. Dat is echt de verzamelaar. Ja. Oké, dus we hebben 1970, 71, 72, 73, oh, 71, 72. Ja, en dan 72, 73. Die moet je bewaren. We hebben 3 jaar achter elkaar. 70 tot 73. En dan gewoon helemaal compleet ook nog. Maar waar spaarde je dit dan? Staat het erop of niet? Ik heb geen idee. Misschien kon je het ook bij de supermarkt krijgen of zo. Ik weet het niet. Maar het is wel echt bijzonder. Echt heel fijn. Ja. We worden gewoon helemaal stil ervan, hè? Ja. Net helemaal lachen en gieren en ik pak je zo'n boef. Wauw, wat vet, hè? Nou, deze twee sowieso ook even bewaren. Ja. Dat is wel echt heel vet. Oké, we hebben hier een nieuwe doos. Oh, spannend. Oh, hier allemaal spelden. Wow. Allemaal horloges weer. Gelukkig hebben we hier allemaal spelden. Want die hadden we nodig. Ja, is geen zoek naar een speld in Hooiberg, man. Ja. Oh, ik dacht een beest, gek. Wow. Maar dit zijn hele oude spelden. Blijkbaar kan je die ook verzamelen. Ik durf er haast niet in te graaien, omdat ik bang ben dat ik geprikt word. Hier van de giletten. Oh mijn god. Ja, dat waren toen de auto's. 1909, Opel Coupé. Holy shit. Maar dit soort doosjes zijn toch ook super zeldzaam? Ja, dat denk ik wel. Hij is wel helemaal in goede staat. Ja, hij is helemaal in goede staat. Hij is gewoon gloednieuw. What? De juiste verzamelaar. Dit is echt zo fucking... Dit is echt sick. Hier, dieselhorloge. Joh, maar wat zit hier allemaal in? Hier, wat is dit? Anne. Hij heeft veel kwarts. Ja, heel veel kwarts. Er komen heel veel tegen. Hier ook kwarts. Nou, deze is ook best wel clean. Maar ik ben benieuwd wat die onder zit. Dat is ook diesel, ja. Dit. Oh, platen. Wat? Kapot. Oh, hij is net kapot. Ja, dit is ook oud, hè. Hey, dit is een leuke eentje, man. Ja, deze is kapot in ieder geval. Zo. Ja, dit is echt heel oud. The Hallmark of Quality. Kijk dan. Dit is echt super oud. Holland zingt. Eigenlijk maar zo'n plaat. Misschien vind je zo ook een plaat spelen. Ja, we hebben een plaatspeler gevonden. Oh. Waar is dit ook wel voor? Zo, maar dit is echt super oud, hè. En kijk ook waar het in zit gewoon. Dit is gewoon een platencontract. Nee. Platencontract. Dit is gewoon een houten doos waar je gewoon die platen in doet. Het ziet er zo anders uit dan hoe wij nu platen opbergen. Wow. Dat is echt bizar. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Dat is vroeger allemaal in, hè, die ballen, die ja. Knikkers gewoon bedoel je. reuze bonken. Wat is dit? Misschien voor klokken of zo? Of timer? Oh, kijk, hier kan je ook klokken mee van die dingen. Wat is dit?
Ik zit ook te kijken. Sixtomat staat er. Een color finder. Color finder? Kleurzoeker. Wow, misschien is dat iemand die... Voor foto's maken? Ja. Oh, hier, nee. Hier, ja, dat is voor foto's maken, ja. Want je hebt deze toch ook een lens gevonden? Nee, dit is zo'n... Nee, dit is gewoon een lens, gast. Nee. Ja, dit is gewoon een lens voor een camera, toch? Of niet? Ja, volgens mij is dit gewoon een lens. Ja, jawel. Ja, en dit hoort er dan bij. Dit is dan een... Die deed je dan om je nek en dan ging je zo de kleuren zoeken. Denk ik, hoor. Zou sick zijn. Wow, het is dan echt heel oud dit ook weer. Sowieso bewaren weer. Dit was vroeger ook helemaal de shit, hè. Dat je van die nek hoorde. Oh ja. Toen hoefde je geen gaatjes, maar dan kon je gewoon... Wat vet. Hoezo bij mij? Ja, omdat ik heel veel oorbellen heb. En dan klik je dan gewoon vast. Auw! Ja. Ah, joh. Ja, joh. Ja, dan... Sick. Mijn oma had het ook al. Hebben we er nog één? Kijk, dit is nog geniaal. Ja, dan hoef je helemaal geen gaatjes te nemen. Dat blijft gewoon goed zitten. Met mijn neus. Ja, oké, dit is wel weer een interessante doos, moet ik zeggen. Kom maar hier. Ik bedoel, je ziet niet... Oh, geld! Helemaal onderop. Hey, heb je die dingen geld? Nee, kijk, heb je die dingen? $2. Dat is gewoon $2. En wat hebben we hier? 10, wat is dit? Is dit nou 10 gulden? Nee. Er staat wel 10 en er staat hier Elisabeth. Queen Elizabeth. Elisabeth de tweede. Ja, Queen. Queen Elisabeth. Oh ja, Australië, 2008. 10 iets. Je hebt die dingen ook weer voor je mouwen. Oh ja. Sjiet moet eigenlijk nu naar huis, dus hij gaat nog één doosje pakken. Die mag hij openmaken. En dan gaan Marion en ik verder met het openmaken van wat mooie doosjes. En je ziet hoe lang het duurt, hè. We hebben echt al best wel veel dozen opengemaakt. En kijk hoeveel er nog staat. Komt tot nu toe in ieder geval nog geen einde aan. Maar goed, pak maar een doosje. Maar ook alles bananendozen, hè. Nog een deze. Nou, je mag er niet in kijken. Je mag pakken en dan openmaken. Zo. De laatste doos van Shahid. Oh, dit is wel een interessante. Ja. Ik zie hier meteen Yamaha. Zo'n sporter, kijk maar. Dit is van een boot. Dode mansknop. Yamaha boekje. Instructieboekje. Oké. Okay. Oeh, dit is echt van een boot, gek. Ja, van een boot. Oh, maar heb jij ook verstand van, Bas? Ja, joh. Dit is een visvinder of zo. Nee, dat zijn gewoon dat je boot, hoe je stuurwiel staat en dat soort dingen. Bakboord, stuurboord. Weet je nog wat bakboord is? Dashboard. Bakboord is links. En stuur... rechts. En dashboard? Dat is midden. Lampjes. We vinden ook wel regelmatig... Oeh, ik zie postzegels hier. Hey. Kijk, een bakje met postzegels. Hele oude postzegels. 12 cent, moet je kijken hoe goedkoop het toen was. Echt ja, anders denk ik. In Nederland. Ja, dat zijn oude postzegels dit. Duitse. Skeerapparaat. Oh, huh? Skeerapparaat. Ik weet niet hoe jij wil skeeren. Wat is dit? Oh, dat is waar je mee kan... Een stuurautomaat is dat, denk ik. GPS. Oh, GPS. Ja. Dus die kunnen niet uit. Ja, duidelijk. GPS. Ja, er zit nog een doos in een doos. Wow, wat is dit? Ik zag hier ook al wat. Het zijn gewoon nagels van iets. Ik weet nog wel van wie dit is. Oh, dat is de vierde poot van de vos. Die zit gewoon in een andere doos. Wat? Wat is dit dan? Oh, kijk, hier een paar postzegels. Oh, die moeten ook wel bewaren, toch? Dit is gewoon, kijk dan. Dit is een 3D-bril. Ja, uit 1960. Dat is bizar, hè? Terwijl ze me eigenlijk al uitgevonden. Nee, lief. Maar toen was het nog niet populair genoeg. Ik dacht, ja, dat is iets voor over 50 jaar. Oh, hier nog een doosje. Oeh. Esprit. Oh! Wow! Bonus! Bingo! Ook gewoon, dat verwacht je dus totaal gewoon niet in zo'n... Je kan een GPS vinden. En je kan ook gewoon een Esprit-doosje. Nu weet ik het hele verhaal van deze doos. Ja. Nou, hij was onderweg naar zijn vrouw om dat horloge te gaan geven. Nooit gevonden. Eindbestemming nooit gevonden. Nooit gevonden. Oh, dus daarom, zielig. Ja, zielig. Echt zielig. Wow, dit is een heel leuk einde. Nieuw lijkt het. Oh, deze ziet er echt sick uit. Ja. Allemaal goud. Shine bright like a diamond. Ja, er staat hier ook op goud. Ja, deze is ook best wel zwaar. Moet je eens voelen. Er zit een extra schakeltje in. Oh, yeah, yeah. Ja, maar dit is ook best wel duur, hoor. Of zwaar. Hier, garantie. Garantie heb je nog. Maar van wanneer is dit? Dat kan ik niet vinden. Deze is gewoon nooit gedragen, hè? Nee, dit is gewoon gloednieuw. Ik kan hem hier. Star dus. Oh, ik weet het. Hij komt uit 2011. Huh? Hij komt uit Snake. Een snitch. Zie je, hij was onderweg. Wow, maar hoe sick is dit? Hij komt van juwelier. Stel voor dat bestaat. Je gaat erheen. Je zegt, ik wil garantie. Ja. Dat is 2 jaar maar. 2 jaar? Ja, dat zeg je toch net? 2011. Ja, maar 2 jaar garantie, zei je. Oh. Ja. Dus 2011, dus 2013. Kijk eens of die nog bestaat. Wow! 1 ton! Hij
Volgens mij is Esprit horloge niet zo duur. Maar het komt wel van de juwelier. Ja, zal ik eens kijken? Nou, laten we gewoon teruggaan en kijken hoeveel we hiervoor krijgen. Kunnen we ze opbellen nu? Wat we nu gaan doen is, we gaan de juwelier bellen. Die, even kijken, ja, 10 jaar geleden het horloge heeft verkocht aan iemand. Ga ik even vragen of ze... Goedemiddag met je. Hallo, goedemiddag met Enzo Knol. Ik heb een vraagje. Verkopen jullie Esprit horloges? Esprit? Nee. Oh, heeft u die vroeger wel verkocht? Nee. Ja, ik heb ze zelf vroeger wel verkocht, maar dat was in Utrecht. Oh. We hebben hier op dit punt nooit Esprit verkocht. Oh, en nee. Heeft u enig idee, want Esprit, wordt dat nu nog verkocht of bestaat dat niet meer? Want ja, misschien wel een leuk verhaal, ja, of, ja, u vindt, ja, of u interessant het ding, dat weet ik niet, dat kan u zelf beslissen. Maar ik heb op een veiling heb ik een box gekocht en nu heb ik een doos opengemaakt. En hier staat een stempel met garantie van juweliers. De garantie is gegeven 24/3/2011. En dat horloge heb ik gloednieuw in verpakking en al gevonden van Esprit. Dus ik denk dat het horloge, ja, dat heb ik dan gevonden van iemand die dat ooit heeft gekocht voor iemand, maar nooit heeft gegeven. En ik ben dus nu natuurlijk benieuwd hoeveel waarde dat horloge heeft. Want het horloge is best zwaar. Hij is goud. En er staat op Esprit Gold Stardust. Ja, en het ziet er wel heel fancy uit. En ik heb, is alles origineel, garantieboekje, registratie. Met dus een stempel van jullie, verstegen juweliers. Ja, maar je belt nu naar Rotterdam. Gast. Dat is dan wel ja, apart. Dat geeft niet. Echt? Wat ben jij een kloot? Wat ben jij een kloot? Ja, sorry, dan heeft een vriend van mij heeft het verkeerde juweliersbedrijf gebeld. Sorry. Dan ben ik verkeerd verbonden. Dan ga ik even het juiste juwelier opbellen, ja? Ja, misschien weet je dat nog wel. Ja, maar wel echt super lief. Dankjewel voor je tijd. Ja, oké. Okay. Je hebt een juwelier in Rotterdam gebeld, gast. Heel vaak! Uit Rotterdam! We krijgen dat nog voor elkaar? Je belt ook via Facebook een nummer. Ja, ik zag bel staan in de Oh, mijn buik. Hij belt gewoon een hele andere juwelier in Rotterdam in plaats van Sneek. Nou, dan heb je van Sneek nog even. Het ligt ook geen eens in de buurt, jongen. Oh, zijn tranen. Jongen. Maar wel een bijzondere laatste doos dit. Ja, ik wil. Zij luisterde ook helemaal aandachtig. Ja. Ze vond het helemaal mooi. Ze zei ja, nou heel leuk, maar je spreekt met een juwelier uit Rotterdam. Mijn god, ja, door dit, omdat jij het verkeerde nummer hebt gebeld, neem ze niet op, want om 5 uur gaan ze dicht. Het is nu precies 5 uur. Ja, jij hebt zo'n lang verhaal. Jongen. Ja, nou ik denk. Hallo, goedemiddag met Enzo Knol. Ik heb een vraagje. Verkoopt u Esprit horloges? Nee, ik kom even naar huis en ik kom er niet. Oké, dat is prima. Ja, geen bellen. Kan ik u helpen? Ja, ik heb een vraagje. Verkoopt u Esprit horloges? Nou, ik heb er nog een paar, maar die zijn al van een collectie van 3-4 jaar terug. Oké. Okay. En zegt een Esprit Gold Stardust horloge u iets? Nee, dat zijn van een nieuwe collectie, die heb ik nog niet. Een nieuwe collectie? Nee, ik heb juist, het is namelijk zo. Ja, ik weet niet of u het interessant vindt, maar ik zal het proberen kort te houden. Maar ik heb een horloge gevonden van Esprit en dat is een gloednieuw horloge in de verpakking. En er staat hier een stempel van juweliers en het horloge is gekocht bij jullie in 2011. En dat horloge heb ik gloednieuw teruggevonden en die is dus in perfecte staat. Dus ik vraag me natuurlijk af, hoeveel is dat horloge waard, zo'n gloednieuwe Esprit horloge? Nou, als hij nieuw is, dan zal hij ongeveer 150 euro ongeveer. En dan is hij nieuw, ja. Oké, okay, ja, want er zitten allemaal van die soort ja, zilverachtige... Nee, maar ik heb het dan geen breuk. Ah, oké, dat snap ik. Ja, geen probleem. Nou, dank u wel voor uw tijd. Ja, hoi. Oké, doeg, werk ze.
Oké, de man die had het heel erg druk, maar toch echt super fijn dat hij even opnam en dat hij anderhalf minuut voor ons de tijd nam om even iets te beantwoorden. Hij heeft het heel erg druk, maar het horloge schijnt dus ongeveer €150 waard te zijn, denkt hij. Hij weet natuurlijk niet precies het type en alles. Het is wel allemaal massief goud, hè? Ja, het is dus best wel zwaar ook. Ja. Ik denk dat hij meer waard is, hoor. Ik denk alleen al als je hem omsmelt, is hij nog meer waard, hoor. Nou, ik ben echt benieuwd. Misschien als je dan naar zo'n goudhandel gaat, inderdaad. Die zegt, smelt maar om. Ja, goud. Ja. Goed, in ieder geval nee, super vet. Garantie, alles erbij. Heel erg gaaf. Mooi horloge, goede vondst. Prachtige laatste doos, zou ik zeggen. Ja. Nou, vriendelijk bedankt. Dag hoor. Dat telefoontje, maat. Oh. We zijn ook heel droog aan het einde. Ja, dat is leuk, man. Ja, maar u spreekt nu met de jullie in Rotterdam. Ja, zo van, ja, leuk voor je hoor, maar ja. Je hebt hier niks te zoeken dan bij mij. Oh my god. Ah, zij was wel echt schat van een vrouw, serieus. Ja, ja. Ze zijn dan wel de misschien tijd. Moeten we daar wel heen gaan, want ze zijn dan rustig de tijd, alles. Ja. Voor mijn domme verhalen. Ja. Ja, en dat heb je wel nodig. Een geduldig juwelier. Weet je, meestal is op zaterdag is het mega druk in de winkels. Ja. Gaan dan mensen je cadeautje of laatste dingen. Ja. En als dan iemand belt, dan denk je, zit je... Ja, ja, blijkbaar. Ja. Ja, dit is, nou, ik heb het niet zo mooi ingepakt als eerst, maar het zit er weer in. En deze gaan we natuurlijk goed bewaren. Esprit-horloge, goud. Heel vet. Maat, superleuk. Even gaan. Ciao, ciao. Doei. Dit is ook echt inderdaad iets voor Sheet, zoals jullie zagen. Dus, krijg je zo meteen gelijk surfen op internet. Ook even een box kopen. Ja, deze veilingen zijn niet heel erg vaak. Dus ik heb wel geluk gehad dat ik er 3 heb kunnen bemachtigen. Respect. Maar ook wat een werk, jongen. We zijn misschien net op de helft, misschien nog geen eens. Nou, Sheet, was echt gezellig. Leuk dat je erbij was. Hey, rust gaan, hè? Rust gaan. Ciao, ciao. Zullen wij nog heel eventjes 2-3 boxen openmaken? Ja? Kijken of we iets tegenkomen. Ik heb ook wel een ander leuk idee. Nee, zegt hij. Hij wil er morgen weer bij zijn. Kijk dan wat groeit binnen 5 weken. Dat is niet normaal. Maar dit groeit ook. Dit is wel leuk. Kijk, het zijn allemaal knopjes. En over denk ik een week of zo, dan heb je allemaal die bloemen er. Er zit meteen een bijbij. Een rommel. Een bijbij. Het is mooi, want als je hier langskomt, dan weet je altijd wanneer hij ook weggaat. Moet je maar horen. Hij kan nooit normaal wegrijden. Echt nooit. Zie je dat natuurlijk? Hij moet altijd van 0 naar 80 in 2 seconden of zo. En jij dan? Jij ook. Ja, dat is wel. Ja, wil je nog een paar doen? Ik denk dat het een mooi afsluit was, dat horloge. Ik zie daar 2 mooie doosjes nog staan. Oh ja, die snap ik wel. Ja? Ja. Laat maar wachten, ik pak ze voor je. Ik wacht hier even, ja? Kijk, 2 mooie doosjes. Kijk eens even. Oh! Oei. Enge poppen weer. Hé, dit zijn dus Dels blauwtegeltjes. Wat staat erop, schat? Het beste stuk hudrit in de goede wief. Oh, dit is Fries. Ja, daar giet net voor eigen thuis. Ik ben net voor het eten thuis. Nee, er gaat niks boven eigen huis. Oh, ik dacht ik ben net op tijd voor het eten thuis. Wow, ik dacht echt iets heel anders dan wat er stond. Daar giet net voor eigen thuis. Oh mijn god. Enge popjes. Hé, wel sleutel bij zich. Misschien vinden we nog een kluisje. Ja, toch? Ja, dit zijn allemaal weer kleden. Die ruikt weer heel oud. Oeh, hier een pollepel. Hem zo, hem de. Ja? Lekker soep. Hem lekker de boer en de kippensoep. Mama. Nee, deze is niet van succes. Nou, kijk, dan ga je er snel doorheen, hè? 2 van die dozen. Zeker weten. Oké, ik ben bang dat dit weer een flopper is. Nou, mooi handdoekje, dacht ik. Oh, een nieuwe handdoekje. Ja, dit zijn wat tafelkleden weer of zo. Nou, daar was het weer. Helaas. Nou, wel een mooie 2 dozen met Marvin. Nou, ik breng geen geluk. Toch nog één? Ja, denk het wel. Hij kan nooit stoppen, hè. Maar ik snap het wel, want ik wil eigenlijk nu ook nog iets om af te sluiten. Daarom zei ik net ook, die horloge was eigenlijk perfect te afsluiten. Ja. Want dan eindig je met iets superleuks. Daar gaat hij. Oeh, wat is dit? Wow, dit is wel een sick vaas. Heel sick. Deze is wel mooi hoor. Oh, wat staat hier, schat? Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eind te zijn. Zie je? Had je niet gelezen? Nee, ik had niet gelezen. Geniaal. Oh, die moet je echt aan iemand geven die je niet mag. Morgen is Thijs er ook bij. Oh, die gaan we aan Thijs geven. Geniaal. Dat is echt leuk. Dat? Ja. Ik heb geen idee. Hoe niet? Wat is dit? Oh. Hallo, engeltjes. Het is echt heel oud weer dit.
Hé, hey, dit is Lucky Luke. Ja, inderdaad, dat is Lucky Luke. Kijk, ik zie van die haakjes hierin liggen. En die haakjes, oh, die, ja, doe je om die takken, weet je wel. Van die dennentakken. Kijk dan, dit hangt gewoon in de kerstboom. Dit is echt heel oud dit ook. Wat? Bezoeken brengen steeds vreugde aan. Is het niet bij het komen dan bij het gaan? Nou, dat is niet echt positief, of wel? Jawel. Is het niet bij het komen, dan is het wel bij het gaan. Ja, dit is ook niet echt positief. Want er staat hier... Hoede u, mijn jonge held, mooie meisjes kosten geld. Nou, zeg. Nou, ja, zeg. Nou, ik moet zeggen met mij, dat valt mee. Dus ik ben niet mooi. Ik ben niet mooi genoeg. Nee, dat bedoel ik niet. Want ik kom geen geld. Het is net hoe je het bekijkt. Ja, het is net hoe je het bekijkt inderdaad. Dankjewel, Bas. Alsjeblieft. Nee, zit het flesje half vol? Oh! Holy moly! What? Is die zelf gemaakt door iemand, denk je? Ja, dat denk ik wel. Wow, ik vind hem heel interessant. Die heeft diegene gelijk nagemaakt die niet mocht, waar hij ook dat tegeltje aan wilde geven. Ja, ik vind hem niet heel... Het is niet gezellig. Nee, een beetje eng. Dinosaurus ei, hè? Wist je dat? Nee, het is een eierstok. Eierstok? Is nog steeds niet uitgekomen. Nee, deze wordt pas geboren in 2040. Oh. Kun jij hem houden? Zo zwaar, hè? Holy shit. Hij popt ook even een eitje uit. Ja, ik heb echt heel veel buikpijn, sorry. Ja, het is gewoon vervelend, maar ook vervelend voor ons. Snap je? Precies, dus hebben we er allemaal last van. Maar dan kan je beter gewoon even weglopen. Oh ja, dat is een goeie. Dat was ik helemaal vergeten. Ik was vergeten dat ik er kon. Nou, de allerlaatste, ik beloof het. Ook als het slecht is. Ja. Poenpaal. Poenpaal. Poenpaal? Met pony in doen. Hier. Ja, kan je hier tellen hoeveel je hebt? Wat, een poenpaal! Het is nog voor gulden, kijk. Oh mijn god, wat geniaal is dat! 25 gulden, 50 gulden. Dat is toch grandioos? Gewoon een geldpaal! Poen is eigenlijk een heel oud woord. Ja. Poen. Even hoeveel poen heb je bij je? Dat zeg je nooit. Wat is dat? Oh, de toverstaf van Harry Potter. Zal ik hem hier neerleggen en openen? Wow! Yo, dat is vet! Wat is dat? Een taartschepper of zo? Ja, je geeft het aan mij alsof ik kan vertellen wat het is. Ik denk dat het een schoenlepel is. Meen je? Ja, voor kleine kinderen. Zo'n schoenlepel zo. Dat is wel handig. Nee, ik denk een taartschepper inderdaad. Ja? Ja, voor een heerlijke aardbeienvlaar. Ja, dat is wel echt mooi. Het is wel een interessante doos hoor, dit. Hé, hey, kijk dit! Kijk, kwek, kwek, kwek! Maar wat is dit? Wat zit hierboven? Dat is een Turk. Wat doe je hiermee? Waarom zit dat bord vast in dit? Oh, kan je daar niet warm water in doen dat je eten warm blijft? Oh, dat zou wel slim zijn, hè? Ja, toch? Oh, mijn god. Oh, Bas. Dat heet nou logisch nadenken, Bas. Heb ik nou een idee op de markt gebracht? Nou, blijkbaar bestaat het al heel lang, maar... Ja. Kijk dit. Dit is wel een officiële Delft blauw. Echt? Staat onder. Serieus? Delft. Made in Holland. Wow, dat is wel gaaf, toch? Echt Delft blauw. Dat het zo populair is, dat Delft blauw. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ja, dan doe je gewoon eet water en dan blijft het gewoon lekker warm. Ja, super chill. Super chill. Ja, toch? Kijk, nou, daarmee heb je ook die handvaten eraan. Want anders verbrand je handen meteen als je dat ding pakt. Dus we hebben jouw bordje voor vanavond. Ja, top. Amstelbier. Geniaal. Oh, maar dit is wel vet hoor. En ja, wat dit is, ik heb geen idee. Een kurk voor daarin, het gat. Een mooi schaaltje. Nee, ook weer met spiegel. Zo, dat is handig. Amstelbier, Amstelbier. Wow, dat is wel echt geniaal. Ja. Andere kleuren. Holy moly. Check dit dan. Ze heeft zichzelf gewoon op een ding laten maken. Wat staat hier? Gobert, 1890. Echt heel oud, hè? 1890. 1890? Ja, 1890. Oh ja. Ik dacht dat je zei 98. Nee, weet je hoe oud het is? Kijk hoe dat gemaakt is ook. Wow. Heel vet. Dat is misschien nog wel wat waard. Ja, maar ja, wie kent hem? Ken je hem of ken je hem niet? L. Gobert, staat dat ook? Ja, L. Gobert, 1890. Weet je wat ook wel bizar is? Stel voor, het is echt super veel waard. Je zit gewoon helemaal dit te doen. Oh, wat is er daar ook? Breekt hij zo meteen en dan, oh shit. Oeh, mooi toch. Kan je hem vinden? Zou ik ondertussen nog even kijken of er wat meer, misschien zit er wel iets meer. Oh, nog een eentje. Ik heb een vrouw gevonden. Oh, wil. Kijk dan. Het was gewoon een koppel. Wow. En dit is ook El Gobert. 1890. Ja, hetzelfde. Zullen we kijken of dat ding van Milan werkt als ik hem zo scan? Ja.
Ja, maar dit is, misschien is dit wel serieus gewoon een kunstenaar geweest die gewoon betaald kreeg om een stelletje zo te maken op zo'n bord. Toch? Dus dat het helemaal geen bekende mensen zijn, maar dat het gewoon, geen idee, die had gewoon een kunstenaar betaald. Zo van, mijn man en mijn vrouw, ja, willen gewoon op een bord of zo. Denk ook hoor. Hé, hey, wat is voor op de muur, hartstikke leuk. Ja, voor in de boerderie. Ik zou het niet weten. Nee, ik weet het ook niet. Er zijn wel heel veel van dat soort dingen, maar ik zie niet die. Nou, laten we het maar eventjes bewaren. En kijken wat de mensen erover zeggen. Jullie? Ja. Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. Misschien is het wel helemaal niet L. Gobert, maar misschien is L. Gobert die kunstenaar. Ja, ik heb ook geen idee, maar laten we het maar bewaren. Dat was dan de laatste doos voor nu, dames en heren. Ik vond het serieus echt grandioos. Het is al gewoon bijna avond. We zijn echt weer heel erg lang bezig geweest. Maar zoals jullie zien, we hebben nog genoeg te gaan. Dus ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn om 4 uur. En dan gaan we sowieso weer verder met openmaken van deze mooie spulletjes. Ik ben benieuwd wat we nog meer gaan tegenkomen. Pokémon kaarten. Dat zegt iedereen elke keer, maar... Het zou echt leuk zijn, hè? Ik ben benieuwd. Ik denk dat het gaat regenen. Denk het ook, ja. Volgens mij hoor ik het al. Stop op het perfecte moment. Ja, dit is echt perfecte timing, ja. Want als het hard gaat regenen, dan zitten we hier niet helemaal droog. Dus we gaan even wat spulletjes opruimen. En dan komen we later weer bij jullie terug met dit soort dingetjes. Nou, ik vind het echt grandioos. Duimpje omhoog als jullie het ook leuk vinden, mensen. Echt heel nice. Oké. Het begint steeds harder te regenen, maar we zijn echt helemaal klaar. Dus we gaan er weer vandoor. Echt serieus perfect timing ever. Want damn, wat raar dit weer. We zeiden net nog tegen elkaar, het was zoek mooi weer. En we hadden het gewoon serieus warm. Ik had een beetje spijt dat ik een lange broek had aangedaan. Maar... oh, nu ben je dan in één keer weer heel blij. Ja, het is echt heel erg apart. Zo, onweer. Holy shit. Dat snel kan omslaan is echt bizar. Ja joh. Oké, we gaan snel Marvin ophalen, die staat buiten. Ja, ik vind onweer overdag altijd wel gezellig. Maar in de avond is het wel een beetje spannend soms. Ik heb een keer de onweer ook opgezocht. Dat is zo vet dat je dan die stralen helemaal zo... Serieus? Ja, dus niet aan te raden. Marvin komt in de auto en het eerste wat ze gaat zeggen was, wow, hoorden jullie onweer? Let maar op. Ik denk echt een rotweer. Denk jij dat ze gaat zeggen wat een rotweer? Ja, ik ben helemaal... goor. Ja. Ze zegt goor. Wat is er dan? Hoe voel je? Prima. Hoe voel je? Nou, beide zaten ernaast. Wat dachten jullie dat ik ging zeggen? Ik dacht dat jij als eerste zou zeggen toen je de auto in kwam van wow, hoorde je die onweer? Wow. En Bas die zei van nee, ze gaat sowieso zeggen wow, ik ben helemaal nat. Je kwam echt het meest droge de auto in stappen ever. Gewoon goor. Ja, dit ding is zo vies. Die ja, dit zit helemaal vol met schimmel. Ja, echt netjes. Schimmel. Maar ik had geteld, want ik zag ook de flits. Hoeveel tellen? 2 seconden. Heel dichtbij. 200 meter. Nee joh, dat is 2 kilometer dan toch? 1,7 of zo per seconde. 1,7 kilometer per seconde? Volgens mij wel. Hoe snel is licht ook weer? Heel snel. Oh, de auto heeft ook onweer. Snelheid van het licht. Ja, ik wou net zeggen... ik heb het even opgezocht, bliksemtellen. Tel het aantal seconden tussen de bliksemflits en de donder. Zo weet je hoe ver het onweer bij je vandaan is. 1 seconde komt overeen met een afstand van ongeveer 300 meter. Ja, ik zie het hier. 330 What? Meter per seconde. Dus dan zit er 600 meter verderop, is dan... Ja, daar is het gebeurd. Tel je minder dan 10 seconden, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij. Dat is 2 seconden. Ik zag een flits. 1, 2, doen. Oh mijn god. Ja. Oké. Okay. Nou goed, je rijdt er dan langs allemaal boompjes. Het slaat het altijd ergens in onweer. Nee, niet toch? Altijd, nee. Dat is mij ook niet. Dat was wel een hele beleving hoor, dat openmaken. Oi, oi, oi. Echt serieus. Superleuk man. Ja, echt superleuk. Ik maak dat zo ongelooflijk vaak mee, dat als het dan regent, dat je dan gewoon meteen ergens een ambulance ziet. Omdat dan, als je zeg maar mooi weer hebt gehad en de weg is zeg maar warm en er komt regen op, dan is het in één keer zo glad en dan heel vaak gaat het meteen... bij mensen in een bocht of zo gaat het meteen de mist in en dan ben je auto kwijt en dan de ambulance. Zo snel, ik zie dat zo vaak. Echt alles voorzichtig doen met dit soort weersomstandigheden. Oh, zie je wel hoe ik weer. Dus jullie hebben ook wel zin om even te spelen. Hé, hey, dit wordt echt legendarisch hoor. Ja, dit wordt wel koud, ja. Het wordt lijp. Toppie. Oké, volgen jullie ons? Ja. Nice.
Oké, wat we nu gaan doen is serieus echt grandioos. En dat was gewoon een idee van Maiwen. Die is nu trouwens boodschappen aan het doen. We hebben haar even afgezet bij de supermarkt. Die zei, Enzo en Bas, we doen het als volgt. Ik ga even boodschappen doen. In de tussentijd haal Noël op, samen met Flix. En kom me dan maar weer ophalen bij de supermarkt. En als we dan weer naar huis gaan rijden, dan gaan Bas, Noël en Flix buiten staan. Naast de weg, langs een hele grote plas. En dan gaan wij er vol met de Lambo doorheen rijden. Ik hoop echt dat ik blijf staan. Oké, dus de bedoeling nu is dat we Marwen gaan ophalen. En dan op de terugweg met de Lambo keihard door een hele dikke vette plas gaan. Het is nu wel gestopt met regenen, maar die plassen die blijven nog wel even liggen. Dus dit wordt wel heel erg leuk. Het wordt echt wel heel erg leuk. Geniaal. Zo, het regent niet meer zo hard gelukkig. Is het gelukt? Ja. Nice. Hey, smiley tas, best leuk. Ja, ik had geen boodschaptas. Oké, beter. Hoppakee. Zo. Oké, dames en heren. Gelukkig. Helemaal gestopt met regenen nu. Het enige wat je nog hoort is een beetje water wat van de bladeren afvalt. Maar Flix en Noël die gaan de auto zetten daar. Die stappen dan heel even bij mij in. En dan rijden we daar naar dat straatje. Oh, daar ligt toch een plas, hé? Die is mooi voor jou. Ja, die is echt niet normaal. Ik denk dat ik echt gewoon doorweek. Kijk, ik weeg maar 63 kilo. Dus als je hard aankomt en dat water dat duwt je echt helemaal weg, dat je gewoon omvalt. Dat ligt er natuurlijk ook aan hoeveel water er ligt. Maar het zou geniaal zijn als je Noël, Flix en mij... Of ik straks helemaal in die bomen ziet liggen, omdat ik aan de kant geblazen worden. Ja, jij weet hoe het is. Ja, ze gaan alle drie. Oh, leuk. Ja. Ja, ik vond het echt leuk. Ik denk dat het leuk is. Je ziet wel eens van die filmpjes dat ze bij van die achtbanen, van die watersplash achtbanen, weet je wel, dat ze op zo'n brug gaan staan, dat al het water naar je toe komt. Ja, klopt. Hetzelfde principe dit eigenlijk. Ja, dan word je gewoon vergeduwd. Ja. Maar zoveel water is nou ook weer niet hoor, bij zo'n plas. Maar het is wel wat, maar niet zoveel denk ik. Maar we gaan het zien. Haha, de boys zijn er klaar voor. Noël iets zelfverzekerder dan Flix, maar daar zijn ze wel allebei. Lekker hoor, lekker hoor. Dan lopen jullie daarheen en dan rijden wij richting die parkeer. Ja, ik denk zo, ja. Nee, joh, kom maar even in, joh. Laten we even zien. Dit wordt wat. Ja, dit wordt zeker wat, dames en heren. Oké, we gaan nu de plek bezoeken. Weet je wel, waar de plas is. Is iets spannend, hè? Nee, ja. Vijver gewend, hè? Ja, wij belden Noël op. Dit is echt serieus true story. Wij belden Noël. We zeiden, oh mijn god, omdat het zo hard regent hebben we zo'n geniaal idee. Noël zei, gaan we naar de vijver? Oh mijn god. Kijk, hier is hij. Ja, maar dan kan ik hier zo... dit wordt echt mooi. Hij gaat er ook doorheen. Gaat dat? Ja, gaat er niet door. Oeh, klein beetje. Er zijn mensen die vermijden deze plas, maar wij juist niet. Ja, dit is een mooi jullie plasje, moeten wel een beetje bij die boom staan, want het water gaat zeg maar met ons mee. Snap Kijk, je? Dames en heren, check dit. Oh, dit is zo'n mooie plas. Kijk dan. Oh, dit is echt perfect. Echt perfect. Ja, dit is nice. Komt u maar hoor. Wat is dat voor die auto? Ik geef het even naar jou. Kijk, zie je, ze vermijden allemaal die plas. Zie je? Ja, joh. Ze gaan er allemaal niet doorheen. Even meten hoe diep. Oké, niet te dicht bij de rand staan. Ik denk iets meer bij de paal. Iets verder weg, iets verder weg. Iets meer richting de boom, denk ik. We staan nu voor paal. Ja, top. Oké, ik trok nu een beetje hard op. Maar ik ga natuurlijk niet met 80 km per uur er langs als zij daar staan. Dat is logisch. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon rustig aan. Er komt nu geen... Ja, wel een splash komen. Dat gaat gebeuren. Er komt nu nergens een auto aan. Daar ook niet. Dus we hebben de tijd. Let's nou. Go! Daar gaan we. We rijden nu 50. Helemaal oh niet shit! Volgens mij alleen hun benen nat. Volgens mij ging het niet helemaal zo over en heen. Nou, dat weet ik niet hoor. Helemaal oh niet shit! Oh, die was echt heel goed. Oh mijn god. Ja, nu zijn ze helemaal doorweekt, 100%. Oh, dat pukken is echt koud, gast. What the fuck? What the fuck?
Zijn jullie goed nat? Kun je al wel? Echt nat! Oh, oh mijn god. Oh. Je moet toch al nat zijn. Oh. Ga er maar in. Oh my god. Bro, ik kan de warm. Oh, wat de hek? Ah, oh valt maar mee. Nee, dit is niet tegenover 5. Ja. Ja. Oh. Hey, let's go! Oh, joh. Bro, je lijkt wel een versopen katje, gek. Nee, nee. Doet me helemaal niks. Uit het koud, jongetje. Nee, nee, nee. Oh, ik wel. Uit het koud. Holy shit. Ik moet er allemaal trots op dragen naar 5, dus dit moet niks voor mij zijn. Oh my god. Is het koud? Ja, dit is echt koud. Niet normaal. Oh. Holy shit, kijk. Oh, dat is wel lekker zo. Lekker. Oh, jullie zien er wel lekker uit zo. Ja. Oh, joh. Kijk, nou. Perfectos. Nou. Hoef je nog even droog met de handen? Zo. Ja. Zo. Nog een kilo zand in mijn mik. Zo. Heerlijk. Ja, maar die plassen gaan snel weg hoor met dit weer. Zo, dames en heren. Iedereen is opgefrist. Iedereen is gedoucht. Tenminste, de mannen die helemaal nat werden. En Myron heeft iets lekkers gemaakt. Oh, pannenkoekjes. Kijk dan, dikke stapel ook. Stacks aan pannenkoeken. Oh, ja, dit genoeg is. Twee echt pakken. Oh, heel nice. Die had ik ook zoveel zin in. Myron zei in één keer, we gaan vanavond pannenkoeken eten. Lekker, hè? Ja, heel chill. Oké, dan heb je deze stroop. En dan doe je het zo. Ik zie het jou echt gewoon doen hoor. Hij wou het ook op jou schieten, dat puntje. Oh, maar die is wel allemaal af. Nee, kijk, je kan zeg maar, ja, die viel hier op de tafel. Maar je kan met dit tuutje zeg maar, kan je zo'n stukje pakken. En dan kan je dan zo. Nee, je moet niet, je moet zo omhoog schieten. Nee, je moet gewoon naar beneden gewoon weer. Kijk, je pakt zo'n stukje. En dan, even kijken. Ik denk dat hij te vol zit. Ja, denk het ook. Je moet allemaal even naar beneden. Uitgegeven. Ja, kijk, dit moet je horen. Ja. Ik doe het vaker. Als je dit thuis doet, alleen dit moet je horen. Dit. Ja, en dan pak je zo'n stukje. Oh, snel, snel. Anticlimax. Ja, nee, komt goed, komt goed. Ik denk ook niet dat hij heel veel hoger schiet, maar vroeger toen jij dit deed was het natuurlijk echt super tof. Mag je echt bijna het plafond raken. Zo. Ja, maar ik kon het vroeger beter. Met hele pannenkoek en gort. Ja. Het gaat zo allemaal stroop uitkomen. Dat zit op de muur. Is dat stroop? Ja. Ik zei het hoog dat dat wel werkt. Oh mijn god, sorry. Ik kom niet in nou. Ik ga meteen even het muur schoonmaken. Ja, dat zeggen we al, dat doe meteen maar af. Ja, en daarna ga ik even lekker eten, want ik heb allemaal gaten in mijn pannenkoek. Zo, dames en heren, het is tijd om lekker te gaan slapen. Heel erg bedankt allemaal weer voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen ook weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Dan zijn Myron en ik er weer bij om voor jullie een vette vlog te maken. Want morgen gaan we dus verder met de dozen uit de bakwagen. Wordt super tof. Ik zie jullie dan. Wie weet wat voor spullen we nog meer tegenkomen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace. Knol Power.